ze ook live aan mij stellen, hoor. Dat heb ik zeker zo graag, want dat is plezieriger om rechtstreeks te babbelen. Ik hoop dat jullie Teams een beetje kennen, ondertussen met alle digitalisering waar we mee zitten. Ik ga erin vliegen, is het oké? Ja. Erasmus Plus, wij hebben ten opzichte van de vorige 7 jaar een bijna verdubbeling van ons budget. Dat is heel fijn om te weten, hè. Van 14 miljard euro gaan we nu naar 26,2 en daarvan is zo'n 5,8% voor de volwasseneneducatie voorzien. Dus dat is goed nieuws. Dus meer geld. De commissie belooft ook dat het laagdrempeliger zal worden. Of zijn makkelijker. En daar zien we al een aantal sporen van, dus dat is ook plezierig. En ook veel kleinere dingen gaan mogelijk zijn. Dus niet meer zo de grote mastodontprojecten die veel moeite en tranen kosten soms en zweet, hè. Maar kleiner. Hè. Dus ik kan zeggen, er zitten een aantal zeer mooie evoluties in dit nieuwe programma. En zeker ook voor ons, hè, in de volwasseneneducatie. Small scale, short term en simpel, dat belooft. Ja. 4 grote lijnen in het programma. En het is wel belangrijk dat je die 4 grote lijnen goed in de gaten houdt, want die gaan regelmatig terugkomen. En die zijn echt wel belangrijk. Dat zijn beleidslijnen waarmee de commissie wil sporen op een Europese en wil streven naar een Europese educatieve ruimte. Ja. Dat is inclusie. Inclusie en inclusie zien zij echt heel, heel ruim. Dat is niet alleen naar mensen met een andere migratieachtergrond, maar evengoed naar mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, die sukkelen met gezondheid, die eigenlijk door allerlei barrières worden verhinderd om kunnen deel te nemen aan leren. Het kan van alles zijn, het kan discriminatie zijn, kan zijn omdat ze, dat geldt nu niet voor Vlaanderen, hè, een ver afgelegen gebied, weet ik veel wat. Maar dat zijn dus allemaal mensen met fewer opportunities en dat kom je heel vaak tegen in de gids. Dat zijn prioritaire doelgroepen. Het programma wil werken of wil werken om die barrières aan de mensen die minder mogelijkheden hebben in onze samenleving, om die eigenlijk beter te bereiken en te laten participeren in het programma. Een tweede, en nu gaat mijn beeld niet vooruit, wacht, ik zal het zo moeten doen. Oké, tweede grote lijn is een groener Europa. En daar willen ze ook aan meebouwen met Erasmus Plus. Duurzaamheid, belangrijk. Mensen meer doordrongen maken van de groene gedachte, zodanig dat iedereen eigenlijk een changemaker wordt, hè? Iedereen meer bewust van het belang van milieu en daar goed mee om te gaan. Verder digitalisering, ook zeer belangrijk. Dat hebben we nu wel goed gemerkt, hè, met COVID onder andere. En het is jammer dat ik deze sessie hier zo online moet doen en dat ik dit niet kan live doen. Maar jullie maken ook wel mee, hè, dus dat je veel meer digitaal moet kunnen werken. En dus in die zin krijgt dit ook in dit programma een grote rol. Verder participatie. Participatie is eigenlijk dat mensen mee kunnen aan het maatschappelijk gebeuren, aan het democratische leven, zoals de commissie het uitdrukt. En ze willen daarmee ook sporen met de Europese waarden, waarden als tolerantie, democratie, rechtvaardigheid, die dingen. Dit zijn 4 grote lijnen die je in het hele programma vaak tegenkomt. En eigenlijk om het even welk project dat je indient, zou ergens ideeën, sporen moeten vertonen van van deze 4. Ja. Dus dat wordt wel echt wel een vereiste. Maar ik denk dat jullie je daar allemaal wel kunnen in vinden, hè? Omdat we dat toch ook wel belangrijk vinden, maatschappelijk gezien. Het programma behoudt eenzelfde structuur als het vorige. Dus wij hebben 4 domeinen. En die 4 domeinen waarvoor wij ook het geld krijgen bij EPOS. Wij krijgen het geld rechtstreeks van de commissie voor diegenen die het nog niet zouden weten. En wij selecteren, of de projecten worden bij ons geselecteerd. En wij verspreiden nadien het geld aan
de goedgekeurde. En wij volgen die op. Ja, dat is wat EPOS in heel, heel kort gezegd doet. Vier domeinen in het programma. Volwasseneneducatie. VET staat voor de beroepsopleiding en het beroepsonderwijs. Hoger onderwijs, de universiteiten, de hogescholen en het schoolonderwijs. En binnen schoolonderwijs wordt er ook heel veel gekeken naar het voorschoolse. De kinderopvang bijvoorbeeld kan daar ook projecten in indienen. Ze behouden de structuur. Drie kernacties, KA's. Kernactie 1, de leermobiliteit. Kernactie 2, de partnerschappen. En kernactie 3, de beleidsontwikkeling. Belangrijk is dat je dus niet meer als individu een aanvraag kan doen, maar het moet altijd gaan via een organisatie of de organisatie waar je werkt. Ja. Oké. Educatie, en dan moet ik het even hebben over de volwasseneneducatie, omdat er hier een aantal gloednieuwe mensen in zitten voor Erasmus+, denk ik. Dus denk toch wel dat het belangrijk is om daarop te focussen. Wat bedoelt de commissie met de volwasseneneducatie? Dat zijn alle plekken waar volwassenen kunnen leren. En waar kunnen die leren? Op schoolbanken bijvoorbeeld, in een centrum voor volwassenenonderwijs, in een centrum voor basiseducatie. En dit soort opleiding levert een officieel erkend diploma op. Formeel onderwijs. Verder kan het ook gaan op plekken als een bibliotheek bijvoorbeeld, waar je naar een schrijver kan gaan luisteren die over zijn werk praat. Of waar je dingen kan gaan opzoeken. Je kan naar een conferentiecentrum gaan en daar seminaries volgen. Je kan naar een museum gaan. En daar ook leren. Dit zijn allemaal plekken waar volwassenen kunnen leren. En dat benoemt de commissie als non-formeel leren. Dus dat leidt niet tot een officieel erkend diploma of certificaat. Maar je leert er ook. Volwassenen zijn mensen van plus 18 die niet meer in een initiële opleiding zitten van bijvoorbeeld hoger onderwijs. Het formele leren en het non-formele leren en zelfs het informele leren krijgt bij Erasmus+ eigenlijk evenveel gewicht. Dat vind ik heel mooi aan het programma. Het verschil tussen non-formeel leren en informeel leren wil ik nog even beklemtonen. Non-formeel leren is dus je gaat ergens naartoe om er te leren. Je doet dat met opzet. Ja? Je wil leren over een bepaalde kunststroming. Informeel leren gebeurt eerder accidenteel. En dan pak ik altijd het voorbeeld van Jacques Delors. Die zegt van je gaat naar de tandarts omdat je tandpijn hebt. En ondertussen dat die man jouw tanden zit te bekijken, zegt hij van ja, eigenlijk poets jij je tanden niet goed. En die legt je uit hoe je dat beter kan doen. Dat is informeel leren. Je ging niet naar de tandarts om dat te leren. Je gaat naar het anders omdat je pijn hebt. Dat is het informele leren. Waar al die plekken waar er non-formeel, informeel en formeel geleerd kan worden door volwassenen, alle aanbieders daarvan komen in aanmerking om projecten in te dienen bij Erasmus+. Ik hoop dat jullie je thuis voelen waar je bent. Van welke organisatie dat je komt. Iemand die eraan twijfelt? Ik hoop van niet. Nee, iedereen bezig met volwasseneneducatie. Mooi. Nog iets wat thuis hoort in de definitie van volwasseneneducatie in Erasmus+. Het is onderwijs, opleiding, vorming die niet beroepsopleidingsgericht is. Dus als je nu iets leert in functie van een beroep, en dat hangt daar nauw mee samen met het beroep dat je gaat uitoefenen of wil uitoefenen, dan behoort dat tot een beroepsopleiding. En zo heeft de commissie nu in meer beklemtoond dat in de beroepsopleiding in VET heb je de initiële opleiding. Dat is dan voor ons TSO-BSO-opleidingen of BUSO of de deeltijds beroepsonderwijs. Kan ook. Dat hoort eerder daar thuis. Maar er is een grijze zone natuurlijk. Hè? Want bijvoorbeeld in team leren werken of leren, dat kan ook in de beroepsopleiding gebeuren. Dus soms is er een grijze zone en is het niet altijd duidelijk. Ook niet direct voor mij. Nu, als jullie daarmee worstelen van waar dien ik het
nu het best in? Datgene wat ik wil gaan doen, waar past dat het best? Dan neem je best contact op met mij en of met mijn collega Mark de Vlieger. Soms luisteren wij samen of bekijken wij samen een projectvoorstel en dan zeggen wij samen van kijk, als het dat meer is, hè, dan is het toch beter bij adult education of de volwassenen educatie of anders is het beter bij de beroepsopleiding. He? Dus voel je daar zeker niet bang voor om dat te komen aftoetsen. Want als je je project indient en het zit verkeerd, uiteindelijk zeggen de beoordelaars, ja, maar dit is beroepsopleiding, dat is geen volwassenen educatie, dan moeten ze het afkeuren. Jammer genoeg. Dus we kunnen het niet verwijzen naar het andere luik. Dat gaat niet. Erasmus Plus, dus die drie kernacties zijn belangrijk. De eerste waar ik op inzoom is die van de leermobiliteit van personeel. En, heel nieuw, belangrijk en goed nieuws vind ik, leermobiliteit ook voor volwassen lerenden in de volwassenen educatie. Voor eerst, wie kan er allemaal deelnemen? Je vindt dit ook op onze website. De link staat op de volgende slide. Maar je ziet hier dus alle organisaties die formeel, non-formeel, informeel volwassenen educatie aanbieden, komen in aanmerking. En dan zie je al binnen de formele is dat deeltijds kunstonderwijs bijvoorbeeld, kan daar ook in thuis horen, omdat die ook volwassenen hebben. Maar dan moeten ze focussen op hetgeen wat dat ze aan hun volwassen lerenden willen aanleren. CVO's, CBE's, Centra voor Basiseducatie. En er zijn een aantal mensen van hier vandaag, daar ben ik heel blij om. Ja. Dan hebben we ook de non-formele en de informele volwassenen educatie. Maar het moet wel vermeld staan in je statuten dat je daarmee bezig bent. Of je moet het kunnen aantonen door een van je laatste jaarverslagen. En dan zie je dus socioculturele organisaties komen in aanmerking. Bieke is hier van de Warande van Turnhout. Zij heeft ook al een heel mooi project gedaan. Dus ouderverenigingen kunnen ook deelnemen. Je krijgt de hele lijst status op onze website. Een museum uiteraard ook. Een humanitaire organisatie. De lijst is erg lang. Dit zijn voorbeelden van organisaties. Die kunnen... Maar je moet een officieel statuut hebben. Je moet dus officieel bestaan en contracten kunnen aangaan. Verder, ook al diegenen die een rol hebben in het aanbieden van volwassenen educatie komen in aanmerking. Dus dat kunnen zijn koepels, de onderwijskoepels bijvoorbeeld. Hè. Maar ook een departement als cultuur, jeugd en media kan meedoen. Hè. De VVSG, de Federatie van Basiseducatie en zo verder. Ook diegenen die nascholing en opleiding aanbieden aan mensen die werken in de volwassenen educatie, zoals de lerarenverenigingen, Socius, FARO. En verder ook diegenen die betrokken zijn bij de monitoring en de controle van de volwassenen educatie. En dan kan het ook gaan over een lokaal bestuur, de VDAB, onderwijsinspectie, weet ik veel wat. Ja. De bron staat op onze website. Jullie krijgen de slides, dus dan kan je het daar ook nog doorklikken, mocht je het opnieuw willen opzoeken. Okay. De leermobiliteit, wat wil dat zeggen? Leren is belangrijk, dus je gaat op naar het buitenland om er iets te leren. Om jezelf te professionaliseren als werkende in de volwassenen educatie. Anderzijds ook voor je lerenden, degenen die bij jullie over de vloer komen. En die leermobiliteit die gebeurt, denk aan het digitale dat we belangrijk vinden, de digitalisering. Zo'n mobiliteit gebeurt bij voorkeur fysiek. Je gaat naar het buitenland en virtueel. Dus er zit een blended in. Een blended mobility noemen wij dat dan in ons vakjargon. Dus dat wil zeggen dat het gedeeltelijk virtueel gebruik gebeurt, maar vooral ook fysiek. Die combinatie van de twee. Waar moet je naartoe? Naar een van de programmalanden. Die staan allemaal opgesomd in de gids voor aanvragers. Dat zijn de EU-lidstaten, dat zijn de drie EFTA-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Daar hoort ook de Republiek van Noord-Macedonië bij, Servië en Turkije. UK, jammer genoeg niet meer. Dat is een partnerland. Dus je kan niet meer, jammer genoeg, op nascholing in Engeland. Dat gaat niet meer. Tot nader order. Ik hoop dat ze toch nog terugkomen. De doelstellingen. Waarom zou je gaan naar het buitenland? Ja, om de Europese dimensie in
het leren. Hè, dus datgene, jullie zijn vormingswerkers hier allemaal, hè, in de volwassenen educatie, of je helpt het aanbieden. Hè, die Europese dimensie in hetgeen wat dat je aanleert, verstevigen, verbeteren. Wat is die Europese dimensie? Wel, dat is praten over Europa. Denk aan die Europese waarden, hoe wij Europa bekijken. Hè, die dingen. Inclusie, diversiteit, tolerantie, participatie in de democratie, in het democratisch leven, promoten. Hè, om dat beter te kunnen gaan doen. Om beter te worden, om kennis over het Europees erfgoed en de diversiteit in Europa te promoten. Professionele netwerking in Europa ontwikkelen. Je komt daar, als je zo'n activiteit doet, kom je andere mensen tegen die ook in de volwassenen educatie werken, wel je netwerking vergroot. Dat is ook een doelstelling van KA1, van deze actie. Het aanbod vergroten en diversifiëren, het aanbod dat jullie hebben, zodanig dat jullie organisatie een grotere capaciteit krijgt. Bijvoorbeeld, we hebben organisaties gehad die zeiden van kijk, wij willen nu in één keer uitbreiden, alleen één keer, wij vinden het belangrijk om bijvoorbeeld meer mannen kunnen aan te trekken in onze opleiding. Wel, die gingen ergens anders in het buitenland kijken van hoe werken jullie als organisatie om die mannen aan te trekken, bijvoorbeeld. Het kan ook gaan om de toegankelijkheid van hetgeen wat je aanbiedt, van je cursussen, van de sessies die je doet, om die aantrekkelijker te maken. En zodanig dat je die ook qua kwaliteit verbetert. En beter kan aanpassen aan de noden van de individuen die komen en van het maatschappelijk gebeuren. Ook jullie eigen capaciteit om Europese mobiliteitsactiviteiten uit te voeren. Om die te vergroten, doordat je naar het buitenland kan gaan, leer je dingen kennen, heb je netwerking en kan je meer doen. Ik ben mijn presentatie kwijt. Jullie ook, of niet? Ja. Tja. Ja. Wat is er gebeurd? Heeft iemand overgenomen of zo? Ah ja, iemand anders is begonnen met delen. Wie heeft mijn scherm overgenomen? Ja. Wacht. Iemand anders is begonnen met delen. Wacht, dan ga ik proberen of ik er terug in raak. Hè. Want vorige keer is dat toen verkeerd gegaan. Ja, ik ga het terug doen zoals ik gestart ben. In de hoop. Er had ook iemand iets gezegd in de chat. Nee, ik hoor muziek op de achtergrond, zegt Geert. Jullie ook? Iedereen? Dat was in het begin, nu nog meer. Ja, in het begin. En je kon die zelf stiller zetten, Geert. Wacht, nu moet ik even springen. Ja, ik kan niet. Wacht, even kijken. Ja, waar zat ik? De doelstellingen. Ja, ik zat aan deze, denk ik. Ja. Ik heb een klein vraagje. Ja, doe maar, yes. Ja, de balk op jouw presentatie van Teams, die staat altijd zo midden op het blad. Kan jij die verzetten? Wij kunnen dat niet doen, hè? Dus je ziet een balk in het midden van mijn presentatie? Ja, dus een blad met opname en zo verder. En er staat soms over stukken van de tekst. Meen je dat? En bij mij toch, ja. Ik weet niet hebben wel. Anderen dat ook? Hallo. Dan kan je zelf sluiten. Je kan dat zelf, er staat een balkje sluiten en dan kan je dat zelf wegklikken. Dat bij mij niet, maar kom. Ja, laat maar. Wacht, yes, jawel, dat moet te doen zijn. Maar dat ligt inderdaad bij jou, denk ik. Waar zou ze dat? Zien jullie het? Ja, laat maar. Laat kan maar. Helpen? Normaal moet je dat kunnen. Wat staat er in die balk? Yes. Ja, gewoon dat icoontjes van de presentatie. Gewoon, laat maar, doe maar verder. Ja, ja, je krijgt de presentatie sowieso. Hè? Ja, dus ook de participatie, dus het deelnemen aan leren van alle volwassenen, van alle leeftijden en socio-economische achtergronden. Denk aan die fewer opportunities, hè? Mensen die het moeilijker hebben in de samenleving, die hun participatie verhogen. Hè? En dan vooral in organisaties die
focussen op kansarme lerenden of lerenden met minder kansen, hè. De kansengroepen, die kleinschalig zijn. Dat is ook al mooi. Hè. Moet niet groot zijn. Newcomers to the action. Ja, wat verstaat de commissie daaronder? Ja, dat zijn diegenen die nog geen project hebben ingediend. Hè. Vooral, dus wij willen, ik zeg laagdrempeligheid is belangrijk voor dit programma. Dus ze doen hun best om die organisaties ook aan te trekken die tot nog toe nog geen projecten gedaan hebben. En community-based grassroots, dat zijn dus organisaties die heel dicht bij de lokale gemeenschap staan. Dus het hoeft echt niet massaal groot te zijn, zo'n Erasmus KA1-project. Het kan ook best heel kleinschalig. Hè. Verder, de kwaliteit op het vlak van het leren van sleutelcompetenties verbeteren. Voor de mensen van basiseducatie zal dit ook als muziek in de oren klinken. Jullie zijn trouwens een van de prioritaire doelgroepen in het programma. Geletterdheid, rekenvaardigheid, digitale vaardigheden bijspijkeren. Heel belangrijk. En dus die behoren tot de basisvaardigheden en ook tot de sleutelcompetenties. Anderzijds ook, vind ik ook fijn, is de eerste keer dat de commissie dit expliciet benoemt, levensvaardigheden verbeteren, life skills, het leven beter aankunnen, levensvaardiger worden. Die sleutelcompetenties, ik wil er even op ingaan, dat zijn die 8, hè, leren, talen leren, ICT, inzetbaarheid is, verwijst nogal sterk naar kunnen werken. Het vinden van werk is voor veel mensen echt wel een belangrijk iets. En dan gaat het niet alleen over beroepsopleiding, maar ook het leren je aan structuur te wennen, dat soort dingen. Hè. Dus het algemene leren om op de arbeidsmarkt terecht te kunnen. Is dat in de volwassen educatie. STEM kennen jullie waarschijnlijk wel, de wetenschappen, de wiskunde, vakken die belangrijk zijn, maar ook de arts, kunst en cultureel bewustzijn, heel belangrijk. Burgerschap, om kunnen met interculturaliteit. Er zit hier ook een link in naar een aanbeveling van de Raad. En daar kan je op klikken en daar vind je dan in het Nederlands een extra informatie over deze sleutelcompetenties. Daarin willen we dat jullie beter worden als aanbieders van volwassenen educatie, maar ook jullie lerenden. Ja, waarop focussen ze in de leermobiliteit? Wel, wie mag er allemaal mee? Dus het personeel, de lerenden en dan hebben we ook nog een luikje extra. Daar kom ik, dat is ook nieuw. Ik begin met het personeel. Qua personeel, wie zijn dat? Dat zijn alle mensen die werken in de volwassenen educatie. In die ruime definitie die ik daar straks gegeven heb. Dat kunnen ook mensen zijn die regelmatig samenwerken met jullie, die een kerntaak hebben en die eigenlijk langer werken al in de organisatie dan alleen maar tijdens het project. Dat zou niet goed zijn. Maar dat kunnen dus vrijwilligers zijn. Nee, vrijwilligers, ja, die zetten we meestal ook onder personeel. Maar hier personeel, mensen die een kerntaak komen doen binnen de organisatie als vrijwilliger, dan horen ze onder de vrijwilligers. Ja. Maar er kunnen dus ook nog zijn mensen waarop dat je regelmatig een beroep doet die jullie komen helpen. Er kunnen ook mensen zijn die een strategische functie hebben in de organisatie bij het aanbieden van jullie volwassenen educatie. Dat kan bijvoorbeeld een lid van een raad van bestuur zijn. Belangrijk is dus die langdurige impact. Die moeten zij kunnen genereren. En dus niet iemand een eendagsvlieg die jullie zeggen van we sturen die naar het buitenland en nadien komt die terug. En ja, that's it. Dat kan dus niet. Dus diegene die jullie hebben uitgestuurd als organisatie, die moet ook nadien kunnen impact verwerven op de organisatie. En daarvan zegt het programma nu, de link moet kunnen documented worden. Dus dat wil zeggen dat je moet dingen kunnen voorleggen. Maar eigenlijk is dat niet nieuw. Dat was vroeger ook al. En dus dat je kan een vrijwilligerscontract bijvoorbeeld kan voorleggen. De leermobiliteitsactiviteiten wil dus zeggen dat je je professionele competenties als personeelslid gaat verbeteren. En in die zin ben je een lerende. En daar is vaak een begripsverwarring rond. Dit
wij personeel, ook al leren ze, blijft personeel. Al die drie categorieën die hier opgenoemd worden. En dat personeel heeft ook een voorbereiding nodig en een follow-up. En die mobiliteit, de fysieke mobiliteit, gaat gepaard met virtuele mobiliteit. Oftewel, die leermobiliteit is ook blended, een mix van beide. Wat kan je nu doen? Wat is er voor jullie expliciet allemaal ter beschikking? Wat kan je gaan doen? Wel, je kan in het buitenland een gestructureerde cursus gaan volgen. Dus als je ergens een mooie cursus hebt gevonden, wel, je mag die gaan volgen. Vereiste, hij moet minimum 2 dagen duren, maximum 30 dagen. Dat kan dus zo zijn, een cursus, dus waar dat er iemand lesgeeft, hopelijk interactief, dus niet zoals ik hier nu bezig ben, maar dus interactief grotendeels, dat kan. Maar het kan ook een workshop zijn, een seminarie van 2 dagen, een training. En jullie, als jullie iets vinden en je denkt, dit kan onder de categorie training, wel, oké. En je moet dus een opleiding. Belangrijk voor cursussen is wel dat de cursus, je kiest die op eigen verantwoordelijkheid. En er is een heel aanbod van cursussen, die vind je onder andere in Epale. En Epale ondergaat momenteel een hele nieuwe vernieuwing. En daar ga je dus cursussen op kunnen vinden. Belangrijk is dus, je hebt een gestructureerd programma dat gegeven wordt door professionele opleiders en experten. En er zijn duidelijke learning outcomes geformuleerd op individueel niveau. Dus dat wil zeggen, als jij als beginner gaat, dat je dan ook als beginner dingen gaat leren. En dat men jou kan zeggen, dat gaat het geven. Activiteiten kunnen dus zijn workshops, ter plekke leren, weet ik veel wat. Ja. De kwaliteitsnormen voor de cursussen, daar zijn... Omdat er zoveel cursussen zijn, is de commissie nogal argwanend soms. Want er zijn soms klachten over de cursussen, dat ze niet echt voldoen. En daarom zijn er een aantal normen vastgelegd waaraan cursusorganisatoren zich moeten houden. En het is belangrijk dat als je een cursus kiest, dat je ziet van wat verwacht, kan ik daarvan verwachten? In welke zin zouden die kwaliteitsvol moeten zijn en waaraan kan ik dat afleiden? En dit helpt jou om cursussen te kiezen. Ik zou dat zeker bekijken. Nieuw is dat je nu voor het volgen van een cursus 80 euro per dag kan vragen. Dat was in het vorige programma 70, met maximum 10 dagen cursusgeld. Dus 800 euro maximaal. Het bedrag is opgetrokken, maar anderzijds heeft de commissie een nieuwe interpretatie, namelijk per KA1-contract dat er is, kan er per persoon maar maximum 800 euro gespendeerd worden aan cursussen. Dat is nieuw. Dus ze willen eigenlijk het aantal mensen dat cursussen volgt wat laag houden. Dus niet dat het altijd dezelfde zijn die met financiën van het programma op cursus gaan. Verder kan je ook een langdurige onderwijsvormings- of opleidingsopdracht gaan opnemen, dus je kan daar gaan werken. In een andere, bijvoorbeeld iemand uit de basiseducatie zou kunnen gaan meedraaien, mee gaan lesgeven in een ROC in Nederland. Dat is perfect mogelijk en je kan dat doen gedurende 2 tot 365 dagen. En voor de mensen die dit doen vanuit een formele onderwijsinstantie, voor die heb ik goed nieuws, want als je zoiets wil doen en je doet dat langdurig, daarom hoeft dat geen volledig academiejaar te zijn, maar bijvoorbeeld minimum 3 maanden, dan kan je daarvoor een vrijstelling krijgen met een detachering in het belang van het onderwijs. Dus je wedden loopt door, je anciëniteit loopt door, als je er al recht op hebt, en je krijgt daarbovenop je beursgeld. En zo hebben we al heel wat mensen uitgestuurd, Vlamingen, naar het buitenland om dit te gaan doen. En dat is eigenlijk in het vorige programma moeilijker geworden om dit te doen, langdurig toch. Nu is dat opnieuw mogelijk, daar ben ik ook heel blij om. Verder kan je ook gaan jobshadowen. En dit wordt door de commissie heel erg gestimuleerd. Het jobshadowing naast de onderwijs- en opleidingsopdracht ook wel hoor. Maar de jobshadowing, dus dat wil zeggen dat je gaat kijken in een
voor jouw relevante organisatie. Dat hoeft niet iets te zijn dat hetzelfde is als jij. Dat kan iets anders zijn. Dat kan bijvoorbeeld een universiteit zijn. Of dat kan een organisatie zijn die rond drugs werkt. Maar jullie willen daar een werking rond uitbouwen als socioculturele vereniging. Wel, dat kan. Je gaat de dagdagelijkse praktijk volgen. Je gaat voorbeelden van goede praktijk bekijken. Participatieve observatie vermeldt de commissie ook. Hè. Je gaat dus eigenlijk kennis en vaardigheden opdoen. Dat kan zijn dat je dat ook wat combineert met zelf alles vorming te geven. Dat kan. Hè. Maar de bedoeling is dus dat je ook een langdurige samenwerking met die gastorganisatie zou kunnen opzetten. Hè, en dat je daar eigenlijk ja, nauwere banden mee aanknoopt en leert hè, van hun praktijkvoorbeelden. Jobshadowing kan je doen gedurende 2 tot 60 dagen. Dat zijn de 3 mogelijkheden die je hebt als personeel in de volwassenen educatie. Heel boeiend, heel tof. En de meeste mensen zijn er erg enthousiast, want ja, je hebt zelf gekozen waar je naartoe gaat. Dan, voor de lerenden. Helemaal nieuw. Vorige bestond al langer. Voor de lerenden, diegenen die bij jou over de vloer komen. Maar dat moeten low-skilled adult learners zijn. En wat dat betreft heeft de commissie hier, ik vind het een beetje jammer, maar voor het eerste jaar willen ze dit zeker zo verengen, namelijk tot mensen die laaggeschoold zijn. En wat is de definitie van laaggeschoold? Ja, jammer genoeg kan ik op dit moment nog niet zeggen wat EPOS daarvan gemaakt heeft of gaat maken. Want dat moet bekrachtigd worden door onze nationale autoriteit en dat is nog niet gebeurd. We verwachten dat elke dag, maar tot nog toe is dat dus nog niet. De definitie van low-skilled, laaggeschoold, vermoedelijk wordt dat mensen die geen einddiploma secundair onderwijs hebben. Dat is dus ook, denk ik, voor de mensen uit de basiseducatie heel interessant. Hè? Vermoedelijk wordt het dat. Dus heb je, er kan misschien nog iets aan toegevoegd worden, ik weet het niet, dat moeten we afwachten. Maar als je dat soort lerenden bij jou over de vloer krijgt of wil krijgen, en misschien is Erasmus Plus daar ook een mooie gelegenheid toe om daar rond dit te doen en deze doelgroepen ook aan te trekken, dan kan je daarmee op leermobiliteit. En dat kan je doen in een groep. Met groep, onder begeleiding, neem je een aantal laaggeschoolde volwassen lerenden mee op leermobiliteit in het buitenland. En dat doe je in samenwerking met een gastorganisatie. Dus je moet wel een gastorganisatie hebben die jou daarmee helpt. En je kan van 2 tot 30 dagen met die groep lerenden naar het buitenland. Dat is zonder reizen. Hè. Dat is gewoon de activiteit. Je plant zelf in hoe lang dat je met hen op stap wil. In een programmaland. Hè. En wat voor activiteiten kan je dan doen met die volwassen lerenden? Wel, je kan allerlei non-formele, informele activiteiten doen. Dat kan zijn dat die vrijwilligerswerk gaan doen. Lijkt mij heel tof om dat te doen met die mensen. Werkervaring zou ook kunnen. Het kan ook gaan over peer learning. Dus dat wil zeggen dat zij van andere lerenden, volwassen lerenden, samen dingen opzetten en samen leren. Hè? Over het land, over de sleutelcompetenties die jullie willen bijspijkeren, hè? Zoals burgerschap of weet ik veel wat. Hè? Rond de doelstellingen die ik daar straks heb uit de doeken gedaan. Hè? Het kan dus ook gaan over het leren over Europa, weet ik veel wat. Ja. Dus het doel is om die sleutelcompetenties van de mensen te verbeteren. Oftewel dus te werken rond inclusie, rond milieu, rond digitalisering en participatie. Die 4 grote lijnen waar Erasmus Plus nu zo fel mee wil sporen. In groep, onder begeleiding. Ja. En ja, de begeleiding van jullie, van degene die ze uitzendt. Hè. Dus jullie moeten mee. Verder kan je ook individuele leermobiliteit in de gastorganisatie doen, in een gastorganisatie doen. Dus dat wil zeggen dat je 1 laaggeschool. Ik moet nog zeggen, een groep, wat is een groep? Een groep bestaat uit minimum 2.
beetje grappig misschien, maar ik vind dat wel goed. Hè? Dan hebben jullie veel flexibiliteit. Twee is al een groep voor de lerenden. Voor de individuele, dat is alleen. Maar dat kan ook met begeleiding. Kan, moet niet hier, maar dat kan. Maar die persoon gaat dan in een gastorganisatie leren. En dat kan ook werkplek leren zijn. Dat kan jobshadowing zijn. Dus gaan kijken hoe anderen werken. Observatie kan met lessen volgen. Maar jullie moeten wel als zendende organisatie een leerpad uitwerken voor de persoon in kwestie. Dus zo van, oké, samen met de gastorganisatie, wat voor activiteiten moet persoon X doen om dit en dit te kunnen leren? Jij zegt, moeten alle sleutelcompetenties aan bod komen? Nee. Je mag dus kiezen, tuurlijk niet allemaal. Hè. Je kan werken op een aantal daarvan, of één of twee, even goed. Hè. Ja. Ah ja, je moet niet alles doen. Oké, dat is voor de volwassenen lerenden. Dat is heel nieuw en ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie reactie hierop. Van zien jullie dat zitten? Want dit is echt heel nieuw. Hè? En ik zou het graag van de grond krijgen. Want dat is ook een van de redenen waarom wij in het programma meer geld hebben gekregen. En dus ik zou graag hebben dat wij volgend jaar een aantal voorbeelden naar voren kunnen laten komen. Hè, van mensen die met jullie mee naar het buitenland geweest zijn. Hè? Ik hoop dat het gaat lukken. Dan ook nog nieuw extra. Wat kan je doen? Je kan een buitenlandse leraar of vormingswerker in jouw organisatie aan de slag laten gaan. Dat is internationalization at home. Maar wat voor iemand is dat? Dat is iemand die ofwel in een opleiding zit, ofwel die pas afgestudeerd is. Twee mogelijkheden. In opleiding, dus dat kan een leraar zijn die in de lerarenopleiding zit. Dat is in spe. Hè? Of dat kan ook iemand zijn, bijvoorbeeld een student andragogiek, een psycholoog, weet ik veel wat. Iedereen die bij jullie, en zeker in de non-formele sector, is dat een hele wijde waaier, hè, een rijk gamma, van wat voor mensen jullie als vormingswerker kunnen binnenhalen. Hè. Iemand die pas afgestudeerd is, kan dat tot minimum 12 maanden na het behalen van zijn diploma. Dit lijkt mij echt heel fijn om te doen. Je krijgt die gedurende, of je kan die vragen om te komen bij jullie gedurende 10 tot 365 dagen. Dus ook weer een heel academiejaar dat die kan komen meedragen. En nog langer. Je kan gaan grasduinen op deze website om te zoeken van wie is er kandidaat. Maar ook in Epale, en Epale, ik zeg, ze zijn nu aan het vernieuwen, komt er ook zo een kans waarop pas afgestudeerden of mensen die aan het studeren zijn, dat die zoeken naar een plaats om stage te lopen, hè, of om werkervaring op te doen in het buitenland, in een organisatie waar het kan. Hè. En een non-formele opleiding, nee, daar vrees ik voor. Nee, want wie betaalt de zendende organisatie, dus de financiële steun, ja, de financiën. Jij als gastorganisatie krijgt financiële ondersteuning. Ik zal maar direct zeggen, dat is €100 per persoon die je binnenhaalt. Maar de reis- en verblijfskosten moeten betaald worden via de zendende organisatie. En omdat het hier gaat over mensen in opleiding en mensen die pas afgestudeerd zijn, gaat het hier veelal over universiteiten en hogescholen die daar geld voor hebben via Erasmus+. Zij betalen dat vanuit hun financiën. En daarom iemand met een non-formele opleiding, die krijgt die reis- en verblijfskosten niet betaald vanuit de zendende organisatie. Dat is dus moeilijk. Dat gaat niet. Ja, die kan dan niet als een jobshadowing doen via een organisatie die ook in Erasmus+ zit, bijvoorbeeld. Wij zitten in een netwerk met organisaties die ook met Erasmus+ werken. Dat gaat wel. Dus ja. Dan kan het toch, hè? Dan gaat het wel, maar hier gaat het over de pas afgestudeerde, hè, of de mensen die nog in opleiding zitten. Hè? Ja? Ja, maar als dat nu iemand is die net een opleiding gevolgd heeft in die non-formele sector. En die werkt in een non-formele organisatie, dan kan die komen via KA1 bij jullie. Dat klopt. Ja. Ja.
En dan kan het vergoed worden, de reis en zo, via de organisatie die hem uitstuurt. Via de organisatie. Ja, dat heb ik inderdaad, yes. Dat is een goede opmerking eigenlijk. Ja, nu moet ik wel... Ik heb daar te veel dingetjes. Ah nee, ik kan niet... Ja, ik kan... wat ik gezegd heb voor het personeel hier... Ja, wacht, ik zit hier. Die drie dingen. Het een jobshadowing gaan doen. Of een les- of vormingsopdracht opnemen in het buitenland. Dat kan ook door buitenlanders die naar hier komen. Hè? Dat is internationalization at home. Dus deze mogelijkheden, of jullie maken een cursus bijvoorbeeld, en je nodigt buitenlanders uit. Dat kunnen bijvoorbeeld Nederlanders zijn. Dus jullie hebben een cursus die je geeft aan Vlamingen. En je wil daar vormingswerkers uit het buitenland, hè? Bijvoorbeeld iemand uit een ROC, die komt die cursus volgen ook bij jullie. Die moet dan een KA1 aanvragen in zijn land en dan krijgt hij geld, zoals jullie dat krijgen om naar het buitenland te gaan, hè, krijgt hij geld om naar hier te komen. Is dat duidelijk voor iedereen? Ja? Nee? Machteld, versta jij het? Min of meer. Dus ik heb het nu gehad over je gaat naar het buitenland, hè, om te leren. Ja? En leren kan zijn, ik ga ergens vorming geven. Daar leer jij ook van. En de organisatie waar je te gast bent, die leert ook van jou. En jij bent misschien een vast benoemd of iemand die al lang statutair is in jouw organisatie. Ja? Nu, wat jij kan doen, jij kan daar gaan vorming geven, maar dat kan, of jij kan jobshadowing gaan doen in het buitenland. Maar een buitenlander kan ook vragen om naar bij jullie in de organisatie te komen. En om dat te doen, om jobshadowing te doen, om een cursus bij jullie te komen volgen, of om een les- of vormingsopdracht te doen bij jullie in de organisatie. Maar dan moet die het geld vragen in zijn land. Nu vragen jullie, voor die drie dingen die ik hier zeg, vragen jullie geld aan bij EPOS om naar het buitenland te gaan. Ja? Maar iemand uit Portugal of Nederland, die vraagt dat aan bij zijn land om in Vlaanderen bij jullie komen mee te draaien. Jobshadowing te doen. Is zo duidelijk? En dat is wat Jess bedoelt. Dus iemand uit een non-formele opleiding kan ook bij jullie komen meedraaien. He? Vormingsopdracht doen of jobshadowing doen, maar dan moet hij het geld aanvragen in zijn land. Want dit is personeel dat uitgestuurd wordt. Terwijl die pas afgestudeerde student of die student in opleiding, ja, die is... heeft nog geen zendende organisatie als dusdanig, die werkt nog niet. Dat is geen personeel. Ja? Nog niet. Hè? Maar die kan wel bij jullie aan de slag komen. En je krijgt die, ja, je krijgt er 100 euro voor, maar voor de rest krijgt die voor reis en verblijf betaald van de zendende organisatie. En ik zeg, dat zal de universiteit of de hogeschool zijn hier. Ja? Maar je krijgt die verder voor niks. Dus... dat is ook heel mooi om dit te doen. Verder kan je ook een buitenlandse expert uitnodigen. Dus je leest ergens iets in de literatuur. Je hebt ergens een artikel gelezen van wauw, zeg, die zijn goed bezig met burgerparticipatie. Wij kunnen daarvan leren. Je kan die naar jouw organisatie halen. Ja? En die kan komen gedurende 2 tot 60 dagen bij jullie vorming komen geven. Zijn ervaringen delen met personeel, met jullie lerenden. Hè? En daarvoor krijgen jullie de financiële ondersteuning als gastorganisatie om die te ontvangen. Want daar steek je natuurlijk wel tijd in, hè? En energie om zo iemand op te vangen. Hier minder waarschijnlijk dan voor zo'n pas afgestudeerd iemand. Hè? Maar je krijgt hier ook de reis- en de verblijfskosten van die expert. Die kan jij ook betalen met je KA1-beurs. Wow. Krijg je geld voor. Ja. Ja. Dus dat is toch echt nieuw, hè? Dat is heel nieuw, ja. Ja. Dus wij kunnen wel iemand van het buitenland vragen om voor ons te komen een cursus geven dan? Ja. En in het buitenland kunnen ze dat ook vragen. Dus als zij jou erkennen als expert, ja, dat is geweldig. Dan kunnen zij ook betalen met hun beurs. Maar waar je goed voor moet opletten is dat je niet 2 keer geld ergens raapt voor hetzelfde. Dat gaat niet. Ja, dat mag je niet doen. Ja. Dus als EPOS jou al betaalt om gaan jobshadowing te gaan doen, en dan anderzijds, hè, wij geven jou geld om te gaan, en anderzijds krijgt jouw gastorganisatie geld om jou te ontvangen,
hier via dit, dat gaat niet. Hè? Dat mag je niet doen. Geen twee keer hetzelfde financieren uit twee verschillende potjes. Dat mag niet. Oké. Maar ik begrijp het wel goed dat er twee wegen zijn nu om dit te doen. Ja. Ja, je kan een expert binnenhalen. Je kan een pas afgestudeerde leraar of iemand in opleiding binnenhalen. Ja. Maar en ook omgekeerd. Er zijn twee verschillende manieren om zelf les te gaan geven in het buitenland. Ofwel door het zelf. Ja, zelf aan te vragen bij ons. Ofwel door de organisatie. Ja. Oké, okay. Ja. Dat is nieuw. En ja, Bieke en Theater A tot Z, Jeroen is hier ook. Voor jullie, in de non-formele sector, in de theaterwereld, ja, jullie sporen ook bij het non-formele leren uiteraard. Hè. Dus jullie kunnen ook bijvoorbeeld een cultuurwerker, hè, iemand die in de theateropleiding zit, hè, kan ook. Hè. Ja. Allee, hier zijn, ik vind het geweldig qua mogelijkheden. Hè. Dan heb je ook nog, je kan een voorbereidend bezoek doen in het buitenland. Maar dat is vooral voor de geplande mobiliteit. Dus als jullie nu een aanvraag doen bij ons, hè, voor kernactie 1, dan kan je je mobiliteit die je daarin opgenomen hebt, want je moet dus zeggen welke soort activiteiten uit de waaier die je nu hebt, hè, welke wil je gaan doen. Hoe ga je, als je die beter kan voorbereiden door ter plekke te gaan, dan mag je dat ook doen. Dat is een voorbereidend bezoek. Maar dat past vooral voor langdurige mobiliteit en voor de leermobiliteit van je volwassen lerenden en van die lage scholen, om dat in betere banen te leiden. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat je wil weten van hoe zit het daar qua accommodatie, waar gaan die mensen slapen, qua activiteiten, welke dingen zouden we hen kunnen aanraden, bijvoorbeeld om in het weekend te doen en weet ik veel wat. Hè. Dus eigenlijk om die leermobiliteit in betere banen te leiden. Daar kan je een voorbereidend bezoek voor doen. Ook als het gaat over een nieuwe gastorganisatie waar je mee gaat samenwerken. Maar niet voor cursussen bijvoorbeeld voor te bereiden. En die activiteit, die voorbereidende bezoeken, zijn eigenlijk vooral voorbehouden voor mensen die direct betrokken zijn bij de organisatie ervan. Ja, bij het management ervan. Dit zijn de drie extraatjes die erbij gekomen zijn. Tjus, maar ik vind ze toch al mooi. Ik ga extra's moeten zeggen. Ja. Hoe kan je nu deelnemen aan kernactie 1? Wel, je kan dat doen zonder dat je een aanvraag indient. Je kan dat doen met een short-term project. Denk aan mijn begin. Hè? Kortdurend, laagdrempelig. En dan heb je ook de mogelijkheid om te doen via een accreditatie. En dan spreken we van een geaccrediteerd project. Voor eerst, je kan, als je een short-term, kortdurend, dus dat wil zeggen een kortdurend, eenvoudig project aanvraagt. Die is dus eenvoudig en gemakkelijk. Daar kan je maar één keer per oproepronde voor indienen, in één domein. Dus stel nu dat je, gelijk wij de Centra voor Volwassenenonderwijs hebben, die kunnen zowel in VET indienen, bij de beroepsopleiding, als bij de volwasseneneducatie. Dus die kunnen in twee domeinen één aanvraag indienen, short-term. Dat kan. Ja. Als je goedkeuring hebt gekregen bij de eerste ronde, dan mag je niet meer meedoen aan de tweede ronde. Nu, of wij in een één jaar, hè, of wij een tweede ronde gaan hebben, dat weet ik nog niet. Ik betwijfel dat. Je kan voor zo'n short-term, zo'n eenvoudig, laagdrempelige aanvraag, kan je er maar maximum 3 goedgekeurd krijgen in 5 opeenvolgende jaren. Want wat wil de commissie? Dat je op termijn doorschuift naar een accreditatie. Ik kom daar straks op terug. De deadline is 11 mei. En ik zie sommigen misschien kijken van, oeh, dat is rap. Inderdaad, dat is rap. Maar laat die kans niet voorbij gaan. Het is eenvoudig, het is laagdrempelig, deze short term. En al die mooie mogelijkheden van buitenlanders naar hier halen, jullie naar het buitenland op cursus, naar het buitenland gaan, jobshadowen. Probeer het, pak het nu aan, dan heb je het al een beetje in de vingers. Lukt het niet, volgend jaar veel makkelijker. Ja? Want die tweede ronde van 5 oktober, ik denk niet dat EPOS daar genoeg geld gaat voor hebben, dit eerste jaar. Ik denk het niet. Dus ik weet niet, als ons geld in de eerste ronde op is, komt er geen tweede.
wij hebben tot nog toe nog nooit een tweede ronde gehad in de volwassen educatie. Dus ik betwijfel of we dat nu gaan hebben. Dus ik raad jullie aan, een nee heb je, ja kan je krijgen. Ga ervoor. Probeer het nu. Alle type leermobiliteitsactiviteiten kan je doen binnen zo'n short-term aanvraag. Zo'n eenvoudig, kortdurend project. Ja? Maar je mag er maar maximum 30 uitsturen. Denk eraan, voor wie is deze actie vooral bedoeld? Wel voor kleine organisaties, grassroots organizations, die bezig geen de grote mastodonten. Een koepel, Koen Boeven zit hier, een koepel van POV moet eigenlijk niet in zo'n kleine short-term zitten. Ja, die zijn daar te groot voor. Die hebben te veel capaciteit. Dit is echt voor kleinschalig, laagdrempelig, eenvoudig, paar mensen, ja, maximum 30. Hè, met lerenden, dicht bij het hart van de organisatie in kwestie. En dus als je voorbereidende bezoeken doet of je wil begeleiders meesturen met je volwassen lerenden, die zitten niet in die 30. Hè. Het contract is 6 tot 18 maanden. Dus dat wil zeggen dat short term, hè, kortdurend. Dus je kan gaan voor een aanvraag nu 11 mei. Die begint tussen, je ziet het daar, 1 september of 1 december. Daartussen start je, dus je kan 1 december van start gaan en dan kan je gedurende een jaar, anderhalf jaar, 18 maanden in die short term zitten. Als je die 18 maanden neemt, dan kan je schuiven, hè? Dus, want je maakt nu een raming, hè? Van goh, wie gaan we uitsturen, wat gaan we uitsturen, wat gaan we doen, wie halen we binnen. En je maakt een raming van in mei dit, maar wordt dat later september? Dat is allemaal niet erg, dat zijn ramingen. Ja, je doet eigenlijk, dit is een eenvoudige, simpele manier om een aanvraag te doen. En als je er zo 3 hebt, hè, dan ben je eigenlijk al 4,5 jaar aan het werken. En het programma loopt maar 6 jaar niet meer. Hè. Dus dan kan je na 3 keer een short term gedaan te hebben, heel eenvoudig, heel simpel, kan je schuiven naar een accreditatie. Hè. Ja, Pieke? Als je iemand uitstuurt... Zijn er dan ook middelen om die persoon hier te vervangen? In de non-formele sector, jammer genoeg niet. In de formele kan het wel vanaf 10 dagen. Ah ja, oké. Okay. Daar hebben ze datzelfde met iemand die ziek is. Maar in de non-formele sector bestaat dit niet. Nee, nee. Nee, vervanging, dat is dan iets wat jullie moeten op een of andere manier met de vrijwilligers, Sabieke. Ja, maar ja, een stafmedewerker vervangen door een vrijwilliger, dat is niet zo eenvoudig, hè? Ik weet het, ja. Dat is voor jullie een probleem. Ja, ik weet het. Nee. Maar jullie kunnen wel mensen binnenhalen. Hè? Ja. Dat is ook wel leuk. Hè? Maar eigenlijk, maar daarom moet je geen 10 dagen, hè? 2 dagen is ook al goed, hè? Ja. Als je nu iets vindt van dat je een weekje weg kan, je neemt er 2 dagen vakantie bij misschien, als je dat wil. Want ja, kijk, je moet de dagen ervoor en daarna reizen. Ja. Dus, en je kan niet zien van het land. Allee ja, ik weet niet. Hè? Veel leraren doen dat. Ook al zitten die in het formele. Gewoon omdat dat ook fijn is om te proeven van het land. En, hè? En het geeft zo'n boost aan mensen, om zo over de grens te kunnen gaan kijken. En nu zeker na corona, we zijn lang genoeg opgesloten. Hè? Ja? In ieder geval, ja, dankjewel. Ja. Wat kan je nog doen? Je kan ook een aanvraag doen als... mijn tekening klopt niet helemaal. De Lauwerkrans betekent dat je een geaccrediteerd project hebt als organisatie. En dan ben je... Dat kan je doen als organisatie, jij alleen, jouw enig CBE of jouw CVO. Maar het kan ook zijn dat je dat doet als groep. En als groep, dan ben je in een consortium. Dus stel, hier zitten een aantal mensen vanuit de basiseducatie, dat er zich een paar bij elkaar zetten. Hè, of een aantal van Avanza. Kan Limburg Vorming Plus of Avanza Limburg alleen zijn, maar die kunnen ook zeggen, wij gaan samen met Antwerpen en wij samen doen iets. Dat kan ook zijn dat die gaan samenwerken met een CVO bijvoorbeeld. Hè. Wie er in dat consortium zit, dat maken jullie zelf uit. Het moet zinvol zijn, wat jullie dan ook als consortium, als doel, vooropstellen. Hè. Maar dus,
een consortium, dan doe je als groep. Dus ik had het daarnet op mijn vorige slide, zag je één huisje staan. Dus daar bedoel ik mee één huis, één organisatie dient een aanvraag in. Ja, voor een short term. Je kan dat ook, je kan ook in KA1 geraken via een groep. Ja, dan zet je je samen en jij kan daar lid van zijn als organisatie, maar je hebt een leider, een coördinator van het consortium. En die dient in namens al de leden, al de huizen die in het consortium thuis horen. Daar hoeft geen formele band te zijn tussen die organisaties. Koen is van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Hij kan dus hoofd worden, zijn, van zo'n consortium van alleen maar organisaties, CVO's van POV. Maar ik zeg het dus, het kan ook een cultuurcentrum zijn, De Warande, die in samenwerking met Theater A tot Z, samen met een Avanza, weet ik veel wat, samen een project, een consortium vormen. En die samen gemeenschappelijke doelen naar voren schuiven en zeggen, wij willen bijvoorbeeld werken rond die burgerparticipatie. Ja? En daar rond onze vorming verbeteren. Dan ben je een consortium. Is dat duidelijk? Als consortium moet je altijd geaccrediteerd zijn. En dat is de consortiumaanvrager. De leden niet. Ja? Maar je kan ook als individueel lid, als CVO, van provinciaal onderwijs, kan een accreditatie vragen voor zichzelf als één organisatie. Ja. Een accreditatie is eigenlijk een aanvraag voor lange termijn. Lange termijn, dat wil zeggen, eigenlijk als je een accreditatie hebt, hè, dan heb je een lidmaatschap van Erasmus Plus voor de volgende 6 jaar. Dat het programma nog duurt. Dus het is op lange termijn gezien. En de aanvraag die je daarvoor moet doen, is eigenlijk vooral inhoudelijk gericht. Namelijk, wat willen wij doen met onze internationaliseringsleermobiliteit? Voor ons personeel en of voor de lerenden. Ja? Dus het gaat over de inhoud en hoe je dat ziet groeien met de tijd heen. Ja? De deadline daarvoor, voor aanvraag van zo'n accreditatie, en dat gebeurt jaarlijks, is 19 oktober. Dus daar kan je nu dit voorjaar niet voor aanvragen. En als je nu graag wat zou doen, dan zou ik toch die short term eerst nemen, sowieso. Want je kan een accreditatieaanvraag doen in het najaar. En als je short term goedgekeurd is, dan ben je weg. Dan ben je dat aan het doen wat je wil doen met je KA1. Maar je accreditatie, als die wordt goedgekeurd, dan ben je het jaar erop. Ga je pas, je zal dat dadelijk zien, want het jaar erop moet je een budgetaanvraag doen. En die budgetaanvraag, dat is dan heel simpel. Heel eenvoudig. Mijn slide, mijn dingetje staat er niet helemaal goed. Oké. De deadline voor je budgetaanvraag eigenlijk te doen, die gebeurt nu voor die organisaties die vorig jaar in 2020 al een accreditatie aangevraagd hebben. Die moeten nu hun budgetaanvraag doen, ook op 11 mei dit jaar. Ja? En die aanvraag is dan eenvoudig, gemakkelijk. Maar het moeilijkste is de aanvraag inhoudelijk. Ja? Daar zal je meer tijd voor nodig hebben, maar dus als je nu mij hebt, je hebt goed pak dat je goedkeuring krijgt, oké, geen erg, je kan aan de slag, je bent vertrokken, ja, is het niet goed, ja, dan moet je ter werken, maar die deadline van de accreditatie, als je ervaring hebt ermee, al is het al wat makkelijker om het te halen. Hè. Wij hadden vorig jaar 10 aanvragen, daar zijn er 4 van goedgekeurd. Ja, wacht even. Dus de initiële duur, de eerste duur die je kan aanvragen, ik zeg, het is eigenlijk een lidmaatschap van 6 jaar, hè, nu, het begon met 7, is 15 maanden. Dus je moet eigenlijk een prognose maken in je accreditatieaanvraag van hoe lang, hè, op 15 maanden tijd. Hè, en dat kan je verlengen tot 24 maanden. Maar één keer als je ze hebt en alles loopt goed, dan raak je ze nimmer kwijt. Dan ben je
officieel lid van Erasmus+. En je kan dus alle types van mobiliteitsactiviteiten voor de lerenden en voor de personeelsleden doen, zoals ik dat heb gezegd. En het aantal deelnemers dat je doet, is onbeperkt dat je meeneemt. Ja? Dit is zeker iets om te overwegen, maar daar moet je nu nog op wachten tot 19 oktober. Dan heb je alleen maar goedkeuring of afkeuring en dan moet je nog wachten. Hè? Dus eigenlijk is het goed om nu voor die short term te gaan. Wat kan je nu doen? Je kan ook in KA1 gaan zonder dat je een aanvraag indient. Namelijk, je kan dat doen als consortiumlid. Lid van een consortium, dus dat is dan één van de huizen. Hè? En je sluit je aan bij de coördinator van het consortium, die een accreditatie heeft, want elk consortium moet een accreditatie hebben. Je mag maar maximum 2 KA1-contracten hebben in één domein. Maar je mag er 2 hebben. En dan zie je hier welke combinaties van financiering die je kan maken. Bijvoorbeeld, je kan 1 short-term, zo 1 eenvoudig, simpel projectje, hè, kan je doen. Plus, je kan als lid van een consortium deelnemen. Ja? Hè? Je kan ook 1 geaccrediteerd project, dus jij als huis alleen. Je hebt een accreditatie. En dan kan je ook nog als lid van een consortium meegaan op KA1. Of je kan 2 keer lid worden van een consortium in dat ene domein. Het kan ook zijn dat iemand een COV, een CVO beter gezegd, dat die ook kan en in volwassen educatie en in beroepsopleiding bijvoorbeeld lid kan zijn van een consortium. Dat kan ook, dat zijn 2 verschillende domeinen. Dit zijn mogelijkheden. Nu, ons probleem, ja, het begint nog maar net, hè, is... Ah ja, ook nog belangrijk, ja, dat moet ik ook zeggen. Ja. Een consortiumleider kan geen short-term, want die zijn meestal groter, hebben grotere capaciteit, want die trekken al een consortium. Hè. Die kan geen kortdurend project aanvragen in KA1. En die leden van het consortium, die kunnen wijzigen. Jaar na jaar kan dat wijzigen. Dus de ene keer kan dat die organisatie zijn, de andere keer een andere. Dat hoeft niet dezelfde te blijven of te zijn. Ja, nog iets wat je kan doen zonder dat je dus een aanvraag indient, is zo iemand uit het buitenland naar hier te halen. Hè? Wat ik daar straks zei, die personeelsleden die bij jullie komen jobshadowing doen, die personeelsleden die bij jullie komen vorming geven. Dat kan ook. Wie zijn nu de geaccrediteerde organisaties in Vlaanderen? We hebben nog maar 1 deadline achter de rug. Hè? En daar is 1 geaccrediteerd consortium. Dus voor jullie om hierbij aan te sluiten zal waarschijnlijk niet zo simpel zijn. Dat is GO, het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse gemeenschap. En dan hebben we er nog 3 anderen die als individuele organisatie geaccrediteerd zijn. Dat is FARO, het steunpunt voor erfgoed in Vlaanderen. Reset Vlaanderen, dat is een organisatie die vooral werkt rond milieu. En dan hebben we het CVO Antwerpen. Dus dat zijn de 3 geaccrediteerde organisaties. Heb je een accreditatie als organisatie, dan kan je ook nog later evolueren naar een geaccrediteerd consortium. Dat zou je ook nog kunnen doen. Dus het wordt echt zo op lange termijn gezien van uitbreiden, jongens. Hè? Internationalisering echt als deel maken van je organisatie. Ik hoop dat dit duidelijk is. Ja, financieringsregels, hetzelfde als vroeger. Dus het gaat allemaal met unit costs. Dat zijn veelal lump sums, allemaal bijna lump sums. Hè. En dit zijn alle kosten die je vergoed krijgt, dus waar je geld voor krijgt. Hè. Minimum budget voor de short term. Ik heb het nu over de short term. Hè. De kortdurende projecten, die gemakkelijke, die eenvoudige. Er is geen minimum. Als je 1000 euro aanvraagt, bij wijze van spreken, is het oké. Een maximum is er ook niet. Maar je kan maar met 30, hè, maximaal, plus dan de begeleiders hè, en de dingen. Dus die wel, hè, dus, die vallen buiten die 30. Maar voor de rest is er geen minimum, geen maximum budget. Jeroen vraagt nog, ja, een consortium met internationale partners. Nee, dat kan niet. Dit is leermobiliteit vanuit Vlaanderen naar het buitenland. Dus je contract is met EPOS en
is alleen voor Vlamingen die naar het buitenland gaan. Dus buitenlandse partners, internationale partners kunnen niet in je consortium zitten of niet binnen je accreditatie dingen vallen. Dat gaat niet. Organisatorische kosten om het project uit te voeren. Dus daaronder hoort voorbereiding, monitoring, erkenning, evaluatie en al die dingen. Dat is 100 euro per personeelslid dat je uitstuurt, krijgt de organisatie zo. Dus 5 leraren buiten, 500 euro. Ja. Low-skilled adult learner in groepsmobiliteit. Dus als je er 10 meeneemt, ja, oké, dan is dat 1000 euro voor als ondersteuning voor jouw organisatie. Ja, om het projecten doen. Voor de uitgenodigde expert. Hè? En voor de ontvangen leraar. Hè? Of vormingswerker. Ja, vormingswerkers ook. Hè? Leraar is niet alleen leraar. Hè? Maar dus pas afgestudeerd in SP. Ja? 100 is vroeger dan, toch minder dan vroeger. Wat was het vroeger? Was het 350 vroeger. Maar nu is het echt meer gezien per deelnemer. Dat was vroeger niet zo. Hier, toen was het per mobiliteit zeker. Ja. Wat? Toen was het toch per mobiliteit, hè? Voor de organisatorische kosten? Ja, oei. Nee, dat is het. Ik weet het niet. Ik durf het niet meer zeggen, want ik ben in de war nu. Ik denk dat hier... Ik weet niet meer wat vroeger was, yes. Sorry. Op dit moment weet ik het niet meer. Ik heb het heel goed geweten, 7 jaar lang, maar nu ben ik het even kwijt. Ik kan het je wel opzoeken. Hè? Maar je krijgt ook 350, misschien was het vroeger 350. Ja, het zal dat geweest zijn. Vroeger was het 350. Nu krijg je nog 350 euro per individual low-skilled adult learner. Dus als je een laaggeschoolde volwassen lerende individueel uitstuurt, krijg je ook 350 euro. Plus als je jobshadowing laat doen door een personeelslid of een les- of vormingsopdracht. Dus je ziet, de commissie wil jobshadowing wel duidelijk stimuleren. Hè? Want als een personeelslid op cursus gaat, dan heb je maar 100 euro. Stuur je hem op jobshadowing, dan krijg je 350 euro. Vroeger was 350, yes. Ja. De afstanden, daar krijg je dus voor deelnemers en begeleiders volgens de afstand die je aflegt. En je ziet, daar is nu ook een categorie green travel bijgekomen. Ja, dat blijft volgens die afstandsmeter, enkele richting, vanaf de 15e dag vermindert dat wel. Hoeveel dat je dan krijgt? Green travel wil zeggen dat het traject dat je moet afleggen, het hoofddeel daarvan is met lage emissietransport. En wat is lage emissietransport? Dat kan dus de trein zijn. Dat kan de fiets zijn, daar spreekt de commissie wel niet van hoor. Het paard heeft het ook niet gezegd. Maar wat ze wel zegt in haar voorbeelden is carpooling. En dan krijg je per persoon die in de auto zit, in die ene auto, krijg je dus reisgeld. Dus als je 150 kilometer aflegt, dan krijg je 210 euro per persoon die die green travel doet. Ja? Dus ze willen eigenlijk echt ook dat we green travel, het groene reizen, promoten. Ga je een deel met het vliegtuig en is dat de langste afstand en doe je daarna auto, ja, dan is het geen green travel. Bus wordt ook gezien als green travel, lage emissie. De verblijfskosten, dat is dan, hier zie je, en ik moet zeggen, ik heb het klaargekregen bij EPOS, dat wij tot 90% vergoeden voor de verblijfskosten van jullie volwassen lerenden. De anderen gaan maar tot 85, dus hier is het 90%, dus het is iets meer. Dat is per dag dat je in het land bent waar je vorming gaat volgen. En dat geldt ook voor de reisdagen. Standaard krijg je dat voor de dag dat je heen reist en terug reist, dat is hetzelfde als vroeger. Maar als je green travel doet, dan krijg je plus 4, kan je nemen. Dus als je... En dat komt bovenop die 2 dagen. Dus extra. Maar dan moet je green travel doen. En ook, ja, natuurlijk, als je maar 3 dagen heen en 3 dagen terug reist met green travel, dan krijg je ook maar 3 dagen, uiteraard. Maar je kan dus eigenlijk hier tot 6 dagen gaan.
En dus dat vermindert ook na de 15e dag. Dan is het maar 70%. Je krijgt ook ondersteuning van, voor de mensen met de fewer opportunities. En fewer opportunities kan hier ook gelden voor de organisatie in kwestie. Hè. Dus als je nu een personeelslid hebt dat tot de fewer opportunities behoort en je stuurt die uit, dan krijgt de organisatie €100 per persoon extra. Voor degenen die dus, als jullie je laag scholden, dat zijn allemaal fewer opportunities. Dus je kreeg sowieso al extra geld om die mensen uit te sturen, als organisatie wel, voor jullie nog eens extra €100 erbij. En je kan ook bijkomende kosten, als er voor de reizende overnachtingen en zo extra kosten zouden zijn, dan krijg je dus daar ook nog geld voor. Hè. Kan ook. Verder kan je dus de reële kosten, dat is niet nieuw, die voorbereidende bezoeken €575 per deelnemer met een maximum van 3 deelnemers per bezoek. Occasioneel of heel uitzonderlijk zou er een volwassen lerende mee kunnen, een laaggeschoolde, maar dan moet je goed kunnen uit. Dat is echt exceptioneel. Maar het zou kunnen. Cursuskosten, dus de 80, dat heb ik al gezegd. Hè. En dan per contract maar voor één, per persoon maar €800. Alleen maar. Je kan nu ook taalondersteuning krijgen. En dat is om materialen te kopen die je nodig hebt om de taal van het gastland of van de werktaal waar de personen naartoe gaan, om die beter te leren kennen. Zodanig dat ze daar beter mee kunnen. Krijg je €150 voor. Er is ook een online tool waarbij dat je online support of ondersteuning kan geven om het taal te leren. Ik weet niet, voor personeelsleden zal dat wel goed zijn. Het kan ook, dat is ook op een vrij laag niveau sommige, dus het wordt het gaat van het lage niveau A1 tot en met C2, die online language support. Maar wanneer die niet voorhanden is voor een taal waar je naartoe gaat en je kan niet deelnemen aan die online tool, dan kan je die €150 krijgen. En het geldt ook niet voor mensen die korter weggaan dan 31 dagen, alleen mensen, personeel, en voor de volwassen lerenden die in een groepsmobiliteit deelnemen. Daar gaat het ook niet voor. Verder heb je uitzonderlijke kosten. Dat zijn sommige die geen organisatie, die geen public body zijn. Onze scholen zijn dat allemaal, de officiële, de formele. Maar sommige organisaties, sommige VZW's, zijn geen openbare instellingen. En daar vraagt ons NA ook soms een financiële bankgarantie. En die garantie kost wat. Daar kan je ook geld voor krijgen. 80% van de ontvankelijke kosten. En die dure reiskosten, als je naar Aruba wil en het is zover en met de standaardbeurs kan je dat niet betalen, dan kan je 80% van de ontvankelijke reiskosten inbrengen. Oké, voilà. En hier ga ik heel snel overheen, dus, want ik blijf lang bij KA1 staan, moet ik KA2 ook nog doen. Dus dit is wat een goed project, hè, die inclusie, duurzaamheid, digitalisering, hè, daaraan denk je. Hoe kan je nu die vier grote lijnen omzetten in je project? Hè? Dus ook al reis je met het vliegtuig met je laaggeschoolde, wel, maak ze toch iets dat milieubewustzijn, dat belangrijk is en doordring hen daarvan. Hè? Denk daaraan. Denk aan die Europese waarden en zo verder. Dit zijn allemaal dingen die je kan inbouwen in je project, hè? Zeker met de volwassen lerenden, maar ook met personeelsleden, hè? Dat ze daar aandacht voor hebben. Er zijn kwaliteitsvereisten. Denk aan de selectie van de deelnemers, dat transparant gebeurt en zo meer. Dat zijn belangrijke dingen, dat je ook gaat evalueren, beter gezegd. Denken aan hun veiligheid, aan de mentoring die nodig zijn.
Je kan daarop klikken op kwaliteitsvereisten, dan krijg je daar een hele uitleg over. Maar dit zijn dingen die in je short-term project, moet je daar eigenlijk een handtekening onder zetten. Van kijk, dit zijn allemaal dingen die wij zullen toepassen. Dus dat maakt zo'n aanvraag ook gemakkelijk. Je hoeft het dus niet in het lang en het breed allemaal gaan uit te leggen. Dat maakt het simpeler. Dit is een eenvoudige aanvraag. Je kan ook taken niet uitbesteden. Essentiële taken kan je niet uitbesteden. Die moet je zelf doen. Je blijft verantwoordelijk. Als jij je lerende uitstuurt, wel, dan ben jij verantwoordelijk voor hen. En als je ondersteunende organisaties gebruikt, er zijn er die dat doen. Maar die maken soms ook misbruik van de organisaties waarvoor zij hun diensten inzetten. Wees daar voorzichtig mee. Ja. En zorg ervoor dat je goede afspraken hebt. Hè. Annelies, dus als jij in een centrum voor basiseducatie werkt, doe jij een voorstel bij jouw directie. Inderdaad, zij moeten het indienen. Maar jij kan het schrijven. Hè. Jij kan het wel schrijven. Dat kan je doen. Hè. Je moet op de stoel van de directie gaan zitten eigenlijk en zeggen van waarom moeten die mij nu uitsturen? En jij zegt waarom dat jij naar het buitenland wil, maar je spreekt niet van ik, maar zegt dan van onze leraar, hè, die heeft nood aan bijscholing rond. Daarom heeft ze daar nood aan en voilà. En jij doet alsof jij of jij op de directie haar stoel zit. Zo moet je het bekijken. Ja. De resultaten moet je integreren in je organisatie en zo verder. Maar dat zijn al die kwaliteitsbeoordelingen. Ja, en dan krijg je, hoe wordt je project beoordeeld? Wij hebben externe experten die dat doen. Hier zie je de puntenverdeling. Die vind je ook in de gids voor aanvragers. Daar worden die ook uitgelegd. Hè. Het project moet relevant zijn voor jullie als organisatie. En bij relevantie wordt er ook expliciet verwezen naar de mensen met fewer opportunities, die inclusie, inclusiegedachte. Dus als jullie nu zeggen van kijk, ik wil gaan werken, ik wil een cursus gaan volgen rond discriminatie, we hebben daar zo'n steengoeie lopen in IJsland, wel, als je die wil, hebben we al veel Vlamingen naartoe laten gaan, zeer goede cursus, wel, dat gaat over discriminatie, dus dan gaat het over mensen met fewer opportunities door omwille van discriminatie. En stel, jij wil binnen jouw organisatie discriminatie beter aanpakken en daar beter mee om kunnen, je gaat die cursus volgen, wel, dan ben je highly relevant, omdat je het hebt over die sociale inclusie. Ja? Oké? Dus ook hoe heb je je project opgevat? Hè? Hoe is de voorbereiding? Hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe ga je die uitvoering doen? Hè? Hoe zie je de kwaliteit van je opvolging? Opvolging gaat eigenlijk over de evaluatie. Hè? Hoe ga je ervoor zorgen dat de resultaten van je project doorcijpelen binnen je organisatie, eventueel ook naar anderen? En hoe ga je hen laten zien, anderen, dat het om Erasmus Plus gaat. Dat vraagt de commissie nu, dat is ook nieuw, nogal sterker. Dat er meer aandacht is voor, kijk, wij hebben geld van Erasmus Plus. Ja. Maar ik zeg het dus, de vragen zijn vrij eenvoudig, echt waar. Dat is short-term, eenvoudig, makkelijk, heel logisch. Dus delen, ja, oké. Waar vind je het nu? Eerste dingen dat je moet hebben, Annelies, is dat er iemand, en voor jullie allemaal, iemand, als je het nog niet hebt, je moet een organization identity hebben. Dat is een nummer voor je organisatie. Dat begint met een E. Vroeger noemden we dat de PIC-code, PIC. Nu is dat veranderd in een OID. Laat die maken door iemand die in jullie organisatie een sleutelfunctie heeft op het vlak van administratie. Dus iemand van de administratie van het secretariaat, die blijft doorgaans. Een leraar of een vormingswerker kan van job veranderen, is weg en dan zijn jullie dat nummer misschien kwijt en kunnen jullie er ook moeilijker aan om er dingen aan te veranderen. Dit is iets puur administratiefs. Ja? Weet je niet of je dat hebt, dan ga je moet sowieso naar deze site, de link ligt er. Dus als jullie de presentatie krijgen, kan je hier onmiddellijk gaan op klikken. Dan zie je dit. Ik hoop dat het wat duidelijk is, dat jullie het kunnen lezen. Dan heb je hier organizations. De commissie heeft dat nu bijeen gezet. Dus hier kan je, als je daar op organizations klikt, dan zie je search. En dan kan je gaan zoeken
of jouw organisatie al een zo'n OID heeft. Heeft ze dat niet, dan moet je gaan vragen op het secretariaat, als je dat hebt, hè, van maak ons dat aan. En dat, dan hebben jullie dat nummer. En dan, daarna, als je het hebt, dan ga je dus naar opportunities. En bij opportunities, dan zie je daar de verschillende domeinen, waaronder adult education. En dan ga je naar apply. Daar klik je op en dan zie je dat je een short-term aanvraag kan indienen. Ja? En dan klik je daarop. En als je dan jouw OID ingeeft, dan zie je onmiddellijk dat jullie adres, jullie telefoonnummer en zo meer, komt automatisch in het aanvraagformulier. Wij hebben voor KA1 op 23 april nog een schrijfsessie. Ja, dus je kan hier gerust in gaan proberen. Je moet ook zelf, ja, je moet ook zelf een EU-login hebben, persoonlijk. Dat is iets voor jou. Als jij hierin wil werken, in zo'n aanvraag, dan kan je dat doen. Je kan dat ook delen met een andere collega die je mee gaat helpen schrijven. Ja? Zodanig dat je er met 2 of met 3 in kan. Ja? Of die kan ook lezen en dingen kopiëren. Nu, wij raden meestal aan van toch in Word te werken en het nadien in te plakken. Hè? Als individu, als leraar, kan jij dus beginnen invullen. Je kan het nadien door je directie laten tekenen. Hè? Dus je kan het volledig zelf invullen voor jezelf en je doet alsof jij de directie bent. Zij moeten er wel mee akkoord gaan. Hè? Hetgeen wat je allemaal voorstelt. Oké? En daar zijn ook een aantal technische instructies, mocht het stroef lopen, maar tot nog toe, ja, er zaten hier en daar wat bugs in, de commissie is eraan aan het werken. Het wijst zichzelf eigenlijk vrij goed uit. En op de schrijfsessie kan je al je vragen stellen, mocht het ergens vastlopen. Hè. En ja, dit zijn voorbeelden waar ik nu niet op inga. Epali is dus belangrijk voor jullie om partners te vinden, om bijvoorbeeld ook cursussen te vinden. Daar vind je, ja, conferenties, daarvan moet ik zeggen dat mocht in het verleden. En nu is de commissie blijkbaar van plan, of heeft ze geschrapt. En dat zal voor de mensen van CBE een flinke streep door de rekening zijn, want Lesla was iets dat populair was bij jullie, of toch een aantal van jullie die naar de Lesla-conferentie gingen. Op dit moment kunnen conferenties niet. Ik heb het gevraagd aan de commissie, ik heb het aan de kaak gesteld, omdat wij non-formeel leren toch belangrijk vinden. En ik vind dat je kan leren en zeker ook kan netwerken op een conferentie. Ik begrijp niet waarom dat ze het eruit gehaald hebben. Ik denk onder druk van hoger onderwijs, waar conferenties al sinds jaar en dag niet mogen, omdat die hele dure conferenties hebben. Ik weet het niet. Ik ben aan het proberen om het er terug in te krijgen, maar op dit moment kunnen jullie niet naar Lesla met het geld van mij heel veel. Maar ofwel moet je het kunnen verkopen als van ik ga daar workshops volgen. Op zo'n manier. Maar ja. Of, ik weet niet of je het volledig... Je kan ook zeggen van, ik steek het erin in mijn aanvraag, de Lesla-conferentie, en ik leg het uit met handen en voeten dat het echt wel gaat over opleiding. Het zijn onze beoordelaars tenslotte die moeten beoordelen. Hè. Ik zou het niet a priori schrappen. Dat zou ik niet doen. Want het lijkt mij een zeer waardevolle conferentie voor jullie. Dus leg het uit als een training. Een opleiding. Oké. Is een workshopverzameling. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja, yes. Ja, inderdaad. Je moet het... Het is heel specifiek. Wij zitten niet in een aula te luisteren. Dat is echt meer workshops. Dus, maar dan ja, moet je als cursus invoegen. Ja, of... voilà. Ja, dat kun je doen. Ja. Ja. Want je moet 2 dagen vullen, hè. Ja. Nee, dat is 4 dagen zelfs. Dus. Ah wel, ja, maar je moet minimum 2 dagen kunnen vullen. Ja, ah, dat is wel een probleem. Maar onze beoordelaars gaan wel ook kijken, hè, naar wat jullie aangeven als zijnde de conferentie of de trainingen. Ja, dat is een naam die ze door de tijd eraan gegeven hebben. Hè? Maar ik ga dat dan met de partners over. Ja, oké. Okay. Ik hoop, ik weet niet of er vragen zijn. Toch maar even toelaten. Mogen we langer dan 6 uur?
Hoe lang had ik eigenlijk gezegd? Tot 6 zeker, hè? Van 4 tot 6. Zijn er vragen nog over KA1? Want er zitten redelijk wat nieuwe mensen bij hier. Geen vragen? Ga ik door? Ja? Wacht, sorry. Dus voor mij is het allemaal nieuw. Ja. En dus een vraag. Dus eigenlijk elke short-term aanvraag is telkens sowieso 1 iets. Zo begreep ik het goed, hè? In die ene aanvraag, die tot 18 maanden kan lopen, als goedgekeurd is, hè, dan krijg je een contract voor 18 maanden. En daar zitten al die activiteiten in die jij wil doen. Van die hele waaier die ik zeg. Hè. Ja, dat dus kan je dus kan dan combineren. Iemand uitnodigen, iemand naar jobshadowing, iemand gaat op cursus, iemand doet... Allee, ja. Ik dacht dat het altijd maar 1 iets was. Nee. Dat zou te veel aanvragen zijn. Hè? Nee. 1 aanvraag waarin dat je tot maximum activiteiten naar het buitenland gaan kan doen. Zonder die voorbereidende bezoeken. Ja, die zitten daar niet in. En ook niet voor de begeleiders hè, van je volwassen lerenden. Maar je kan dus zeggen, oké, we hebben 30. Hè, en we nemen bijvoorbeeld 5 personeelsleden en we nemen 5 volwassen lerenden. Bijvoorbeeld. Ja. En die 5 personeelsleden, die gaan bij voorkeur niet allemaal naar hetzelfde. Maar dat kan, hè. Maar dan moet je het uitleggen waarom dat ze met 5 naar hetzelfde willen. Ja? Okay. Ik zou zeggen, maximum 2 naar eenzelfde activiteit. Hè? En je moet kunnen uitleggen waarom dat er een meerwaarde is. Maar hier is het eigenlijk allemaal veel simpeler, hoor. Er is minder uitleg nodig. Dus ja, maar allemaal naar hetzelfde. Ik weet niet of dat goed is. Ik zou je aanraden om wat meer diversiteit in te bouwen. En stel nu dat je voor een cursus gaat. En stel je dient die in voor IJsland. Schitterende cursus. Maar de vrouw in kwestie die dat geeft valt ziek. En je vindt een andere cursus. Of zo, je komt er iets anders tegen. Dan mag jij nog veranderen. Van cursus. Je moet je niet vastpinnen nu. Ik zeg het, je maakt een raming. Maar als je zegt, we gaan werken rond discriminatie en je valt daarmee binnen die inclusieprioriteit, dan mag je die inclusieprioriteit niet loslaten. Daaraan moet je dan houden. Ja, dan gaat het over, wij gaan iets volgen rond discriminatie. Maar wordt dat nu in plaats van IJsland, wordt dat iets in Griekenland? Oké, hè. Daar vallen we absoluut niet over. Je maakt een raming en het is pas op het einde van de rit dat je ons moet zeggen van, ah kijk, na die 18 maanden, dat is het maximum, hè, 1,5 jaar, dan zeg je, dit is wat we nu gedaan hebben. En dat komt overeen met hetgeen wat we aangevraagd hebben. Zo simpel is het. Dus je hebt zelf heel veel in handen. Hè? Maar het enige wat wij niet kunnen doen, is je geld bijgeven. Bijvoorbeeld, je zegt nu, cursussen, hier en daar, jobshadowing, zoveel. Maar voor jobshadowing krijg jij als organisatie meer geld. Dus heb je dat niet aangevraagd nu, je vraagt nu 2 jobshadowings aan en uiteindelijk doe je er 5, dan kan je geen 5 keer die €350 krijgen. Mm-hmm. Is het duidelijk? Dus wij kunnen geen geld bijgeven. Dat kunnen we dus niet eigenlijk doen. Is het beter om een beetje te ruim voorzien in de aanvraag dan te weinig te voorzien. Ja, maar dan moet je het ook... Stel nu, je vraagt 5 jobshadowings aan. Uiteindelijk kiezen jullie rond die thematiek van die jobshadowings. Want wat gaan zij bekijken? Het gaat over discriminatie, laten we het daar even over houden. En uiteindelijk gaan er 2 naar een cursus en 3 doen jobshadowing. Ja, dan heb je maar recht op minder geld voor die cursussen. €100 per persoon. Ja. Ja. Dus dan moet je die 350 maal 2 teruggeven. Ja, logisch, ja. Dat is logisch, hè? Ja. Ja. Dus zo moet je ermee omgaan. Dus, maar je maakt nu een raming en je kan inderdaad ruimer denken. Ja. Oké. Ja, ja. En als je nu toch van thematiek, ik zou nu over die inclusie niet, maar stel nu je wil ergens iets specifieks gaan volgen en uiteindelijk wil je iets anders daarvoor, dan kan je het nog altijd komen bespreken bij EPOS. Oh ja. Ja, ja. Dus je hebt een rechtstreeks contract met ons, dus dan kan je nog altijd komen uitleggen van kijk, wij zitten nu
in één keer met deze problematiek. En eigenlijk is onze nood nu veel groter op dat vlak. En we hadden dat niet aangevraagd. Maar ja, tussen nu en anderhalf jaar kan er veel gebeuren, hè? Ja, dat is... dus wij zijn ook maar mensen. Dus, okay, COVID dank... bijvoorbeeld of zoiets. Hè? Hè? COVID bijvoorbeeld, voilà. Ja, voilà. Hè? Ja, en we gaan ervan uit dat er geen COVID meer is en dat jullie allemaal mogen reizen. Hè? Daar gaan we van uit. Ja? Mag ik naar de KA2? Of zijn er nog... Want, ja, ik moet jullie nog veel vertellen. Hè? Het zal wel wat overdonderend zijn, denk ik, voor de nieuwelingen. Ja, voor de anderen ook, hè? Want het is wel heel wat nieuw. Jawel. Er is heel wat... Ik heb het gevoel dat je toch heel wat op voorhand al moet uitgewerkt hebben. En al een groot idee hebben voordat je... Oh. Ah, ja, dat is mijn gevoel nu. Hè. Ja. Tja. Goh. Ik zou het toch proberen, hoor. Het is nu... Het is eenvoudiger. Veel eenvoudiger, deze short. Dus ja. Ik weet niet. Ja. Ik denk dat het doenbaar is. Maar ja, je kan ook voor twee mensen aanvragen. Hè? Je moet niet. En vraag dan maar voor een jaar aan, bijvoorbeeld. Hè? Maar je weet, je kan het wel maar 3 keer op de termijn krijgen. Op 5 jaar. Op 1 volgende jaren. Ook nog. Dus daar kan ook nog iets tussen zitten. Ook nog. Hè? Dus, enfin. Denk niet. Denk dat het, en ook al, ik zou jullie ook al sowieso aanraden om het te proberen, om het eens te doen. Want daar leer je ook van. Stel dat je nu nog niet helemaal klaar bent. Maar, goh, kijk eens in Nepal. Daar staan leuke partners in, denk ik. En leuke ideeën. Hè? Ja. De partnerships. Voor de partnerships, dat zijn dus projecten. En daarvoor heeft de commissie ook weer diezelfde prioriteiten. Hè? Wacht. Ja, partnerships. Sorry, ik ben even de kluts kwijt, maar mijn slides zitten precies niet helemaal in de haak. Maar ik zal dat moeten rechtzetten voor ik... Ja, dus voor de twee types... Ja, sorry, dat gaat over KA1 en KA2. Daar hebben we dezelfde prioriteiten, namelijk die van inclusie, milieu, digitale transformatie en de gemeenschappelijke waarden, de participatie, ja, de betrokkenheid. Die blijven ook bij KA2 geldig. Ja? Ah, Koen zegt dat feedback van de jury ook zeer leerrijk is. Inderdaad, Koen, ja, als je nu een aanvraag ingediend hebt en die wordt afgekeurd, daar krijg je feedback over. En dat helpt je ook om het de volgende keer veel beter te doen. Dat klopt, Koen. Dank je wel. Dus voor alle sectoren, dus je herinnert je hoop ik, er zijn 4 sectoren in Erasmus+. Hoger onderwijs, volwassenen educatie, schoolonderwijs en de beroepsopleiding en beroepsonderwijs. Voor die 4 domeinen gelden die 4 lijnen, hè, die 4 prioriteiten, die zijn voor alle 4 belangrijk, ja, prioritair. Maar dan zijn er nog sectorspecifieke per domein. Die zijn er ook geformuleerd voor elk apart. En wat moet je doen als je nu een samenwerkingsverband wil, een partnerschap? Dit wil zeggen dat je met meer organisaties uit het buitenland gaat samenwerken aan een gezamenlijk initiatief, een gezamenlijk project. Bij het andere ga je, KA1, ga je naar het buitenland om te leren. Of je stuurt je lerenden uit, je laaggeschoolde volwassenen, om te leren. Hier gaat het erom, ik ga samenwerken met buitenlandse partners om samen aan een project te werken. En dan moet je een prioriteit kiezen. En die prioriteit kan je kiezen uit 1 van die 4 eerste, die gelden voor alle sectoren. Of je kan ook kiezen uit de prioriteiten die gelden per domein. En er zijn er dus ook voor de volwassenen educatie. En die vind je in de gids voor aanvragers. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat het gaat over de competenties van de vormingswerkers of de leraren uit je organisatie in de volwassenen educatie te verbeteren. Dus dat die betere leraars worden, betere vormingswerkers. Dat is 1 sectorspecifieke. Je kan die kiezen
Ja? En dan kan je daar rond ook werken. Hè? Je moet kiezen één van die twee categorieën. Ja? Eentje is voldoende. Je mag tot 3 gaan, maar dat moet niet. Het moet geen opbod zijn. Kies wat meest relevant is voor jou. Maar dan nog, als je een sectorspecifieke neemt, eentje die specifiek geldt voor de volwasseneneducatie, waar jullie uitkomen, dan houd toch rekening met die 4 eerste. En probeer die gedachten daar rond toch te verwerken in hetgeen wat je schrijft. Omdat die al zo belangrijk zijn. Ja? Dus hier gaat het weer over de sociale inclusie. Daar heb ik het al over gehad. De duurzaamheid, dus het groen denken. De digitalisering ook, hè? Dus daar kom ik straks ook nog op terug. En die participatie, die waarden. Oké, die 4 horizontale. En dan heb je de sectorspecifieke. Mocht je nu in een CVO werken en je wil iets indienen in beroepsonderwijs en je hebt vragen rond die specifieke, dan kan je dat vragen aan Maarten Vlieger. Hè? Voor volwasseneneducatie ben ik dat, want ik werk... Ah, ik heb mezelf niet voorgesteld, ja. Oei, sorry. Ik zit dus in het team, en dit zijn mijn drie collega's. Wij zitten in het team dat internationalisering moet promoten. En hij moet dat promoten en eigenlijk reclame maken voor Erasmus+, jullie warm maken daarvoor. Ik hoop dat ik goed bezig ben. En ook zorgen dat er goede projecten binnenkomen. Wij trainen ook de beoordelaars die jullie projecten moeten beoordelen. En wij doen ook opvolging van projecten, netwerking en zo meer. En monitoringdagen, thematische monitoring. Dat doen wij in ons team binnen EPOS. Nu hier, laagdrempelig, ik zei het al, small scale partnerships, dus eenvoudige samenwerkingsverbanden. En ook hier weer, zoals met die short term, hier willen de commissie vooral ook weer beginners aantrekken. En ik ben dus blij dat er hier heel wat beginners zitten. Kleinschalige organisaties, ook hiervan zegt de commissie, die small scale zijn eenvoudig. Eenvoudige aanvragen, waarbij... dat er dus nieuwkomers in het programma, waarbij dat het ook gaat over inclusie naar doelgroepen met fewer opportunities. En zoals ik zei, die fewer opportunities zijn echt heel ruim. Hè. Kan zijn met mensen met een niet aangeboren hersenletsel om te even. Iedereen die moeite heeft in onze samenleving, hè, hoort daartoe. LGTB kan dat zijn, kan van alles zijn. En ook of actief burgerschap en de Europese dimensie promoten en brengen op lokaal vlak. Waartoe leidt het, dat soort kleinschalig partnerschap, tot kwaliteitsverbetering in de organisatie, tot de capaciteit om transnationaal en cross-sectoraal samen te werken. Wat wil cross-sectoraal zeggen? Dat wil zeggen, ik kom uit de volwasseneneducatie, maar bijvoorbeeld, ik kan samenwerken met een universiteit, met een lerarenopleiding, met een ROC, iets wat wij niet hebben in Vlaanderen als dusdanig. Dat een CBE gaat samenwerken met een ROC bijvoorbeeld. Dat kan. Ja, je gaat samenwerken met iets waarvan je kan leren, hè, waar je samen raakvlakken hebt, gezamenlijke noden, of de ene heeft heel veel expertise en je wil gaan samenwerken. Ja, mijn vergadertijd. Ja, nee, dat slaat niet af. Hè, nee. Dan gezamenlijke noden en prioriteiten aanpakken. Oké, en je komt tot verandering en verbetering van je organisatie. Ja, belangrijk is. Ik had nog een vraag bij de vorige slide. Ah, sorry, excuseer. Ja, zeg maar, Geert. Ja, Geert, zeg maar. Ik hoor jou niet, je hebt je micro niet aan. Is het en voor al die criteria die daar staan, of is het of? Een beetje en. Moet je sowieso inclusie voor doelgroep met fewer opportunities mee hebben? Of kan het, als je zegt, van we werken rond actief burgerschap, is dat voldoende? Dat kan ook, ja, dat kan ook. Het is niet het een of het andere. Het is mooi als je een combinatie kan maken. Maar als het niet relevant is voor jullie, moet je dat niet doen. Ja, okay. Ja? En leeftijd voor jou, Geert. Voor jouw organisatie, moet ik zeggen. Mm-hmm. Leeftijd. De commissie heeft oog gekregen voor de senioren. Eindelijk. Okay. Ja. Hè? Dus als je 2 van de 3 hebt, is ook al goed. Hè? Ja. Ja.
Maar het uiteindelijke doel is dus die vier onderaan ook. Hè. Maar dit is zo'n beetje van, dit is wat ze willen aantrekken. Hè. En als dat kan, is dat meegenomen. Hier moeten de partners komen uit een programmaland. Any type of organization, dus dat wil zeggen, je kan cross-sectoraal werken, dus je kiest je eigen best geschikte partner uit het buitenland, hier bij voorkeur. Hè. En interessant hier is minimum 2. Dus je kan voor de eerste keer in de volwassen educatie is dit dat je met 2 organisaties uit 2 verschillende programmalanden kan deelnemen. Dat is een zware fout. Er moeten 2 landen zijn, uiteraard. Hè. Dus je kan hier bilateraal. Dus dit kan zijn Vlaanderen-Nederland. Kan zijn. Kan zijn Vlaanderen. Niet Vlaanderen en Wallonië, dat is één land nog. Hè. Maar wel Vlaanderen en Duitsland. Hè. Dus je kiest zelf. Ja. 2 is al genoeg. Je kan qua duur minimum 6 tot maximum 24 maanden samenwerken. Het is dus eigenlijk een small scale. Hè. En verlenging is uitzonderlijk. Kan worden toegestaan, maar uitzonderlijk. Nu met COVID, ja, dat is altijd dan. Hè. Dan krijg je verlenging. Maar verlenging is niet echt in de sterren geschreven. Hè. Maar het zou mogelijk kunnen zijn. Wat moet je indienen als project, als concept? Hè. Het is small scale. Men wil het eenvoudig houden. Wel, de noden, de doelstellingen, vanuit welke nood vertrek je? Hè? Wat wil je bereiken? Wat zijn je doelstellingen? Welke outcomes, welke resultaten verwacht je? Welke activiteiten ga je opzetten om aan die noden te verhelpen? Hè? En hoe ga je die activiteiten voorbereiden? Hoe ga je die uitvoeren? En hoe ga je die opvolgen? En opvolgen is alweer hier. Hè? Hoe ga je ze evalueren? Hoe ga je delen? En hoe ga je de resultaten gebruiken? In je eigen organisatie en of misschien bij anderen. Dat is het projectconcept. Heel simpel, heel eenvoudig. Wat je zeker niet mag vergeten, van ecovriendelijk te denken, denk aan die vier, hè, die vier grote prioriteiten die voortdurend terugkomen. Hè. Probeer ecovriendelijk te zijn. Hè. Mensen bewust maken van duurzaamheid op vlak van milieu en zorg voor milieu en inclusie en diversiteit denken. En de digitale dimensie. Ook hier weer die blended learning is belangrijk. Voilà. Heel simpel. De plaats van de activiteiten. Activiteiten vinden plaats in de deelnemende landen van de deelnemende organisaties. Bij voorkeur bij die organisatie zelf, hè, als het kan. En als het verantwoord is, mag je ook in een van die zetels of landen waar een zetel is van de EU. Belangrijk is dus, je krijgt 1 forfait, heel nieuw, 1 forfait voor je project en je vraagt 30.000 of 60.000 euro aan. Voilà, that's it. Dus jij moet zelf bepalen, ga ik voor 30 of voor 60? Je kan niet voor 40 en niet voor 45. 30.000 of 60.000 voor de groep die jij hebt samengesteld of die jullie samenstellen. Voor 2, voor 6, jullie kiezen. En je bouwt een coherentie op het vlak van je doelstellingen, van je activiteiten en van je resultaten. En je legt uit hoe je je budget ongeveer gaat hoe dat je dat ziet. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt van ja, kijk, wij nemen daarin op mobiliteit van personeel. Hè? Je zou kunnen, hè? Het personeel gaat ergens vorming geven of gaat volgen bij een partnerinstelling dan, hè? Wel, dat gaat ongeveer zoveel zijn. Je gaat procentueel een beetje schatten, zoveel is het ongeveer dat we gaan besteden van die 30 of die 60.000. Hè? Je moet ons een beetje kunnen uitleggen hoe dat je aan jouw budgetraming komt. Dus ook eenvoudig. Hè? En uiteindelijk, welk bedrag ga je krijgen, dat is ook weer afhankelijk van wat heb je gedaan? En in hoeverre komt datgene wat jullie uiteindelijk gedaan hebben overeen met datgene wat je had geschreven? Ja. En ook hier weer qua criteria. 30 punten op relevantie. En hierin staat die sociale inclusie ook wel als high priority. Dus als je daar rond werkt. Maar fewer opportunities, ik zeg het, is heel ruim gezien. Ook van hoe ziet jouw projectontwerp en uitvoering eruit? Hè? Namelijk, hoe hebben jullie dat goed overdacht? Hè? Van wat jullie allemaal willen gaan doen.
En hoe zijn de afspraken binnen je partnerschap? Hoe ga je communiceren? Hoe ga je het coördineren? Ook al ben je met twee, je moet een coördinator hebben. Iemand die aan de touwtjes trekt, die het regelt. En dan, hoe is de impact? Ja, wat ga je doen met die resultaten? Gaat dat invloed hebben op de organisaties? Gaan we daar iets van zien? Gaan we iets zien op invloed van de lerenden? Ja? 100 punten, je moet minimum 60 hebben. En minimum de helft per criterium. Dat zijn de small scale partnerships en daar heb je nu een deadline voor, in mei, 20 mei, ja, daar kom ik zelf eens aan. Dan hebben we de cooperation partnerships en die zijn wat moeilijker, een beetje ingewikkelder. Die lijken heel sterk op de strategische partnerschappen die we nu hadden. Ja. En die cooperation partnerships, daar kan je nu ook een aanvraag voor indienen, dat is dan ook weer met dezelfde doelstellingen, van die small scale, maar hier ja, binnen een wat grotere proportionaliteit, zou ik zeggen. Hè. Ook werk aan gemeenschappelijke noden en zo verder. Dat komt allemaal terug. Wie kan aanvragen? Ook weer uit een programmaland, maar hier kan je ook een partnerland betrekken. En wie zijn de partnerlanden? Dat is eigenlijk alle landen die ons omgeven en die niet behoren tot de EU-lidstaten, tot die EFTA-landen of tot Turkije, Servië en de Republiek van Noord-Macedonië. Dus Canada, Rusland, weet ik veel, hè? De Israëlische, Israël, de Palestijnse gebieden. Maar wil je die betrekken? In je aanvraag, dan moeten die een essentiële meerwaarde hebben. Wat dat betreft is er geen verschil met het vorige programma. Het is dus geen ontwikkelingshulp. Het is niet van wij gaan onze kennis dragen naar Zimbabwe. Nee, Zimbabwe brengt kennis, know-how binnen in het project die je eigenlijk niet voorhanden hebt in Europa of niet vlot binnen je consortium kan krijgen. Maar een verschil met de vorige Erasmus Plus is dat vroeger, als je die meerwaarde van dat partnerland niet goed had aangetoond, dan moesten de beoordelaars je volledig project afkeuren. Gelukkig, dat is weggevallen. Wat ze nu kunnen doen is, als dat niet goed aangetoond is, dat het partnerland een echte meerwaarde heeft, kunnen ze het er gewoon uitlaten. En kan je project toch nog plaatsvinden. Ja? Andere partners, dus je kan ook hier weer, net als bij die de small scale, hè, kan je ook die kleinschalige projecten, hier kan je ook sectoroverschrijdend werken. Even goed, hè, je kan hier ook werken met een socioculturele organisatie en een CVO bijvoorbeeld, maar dan uit het buitenland als het bilateraal is. Of twee, een CVO en een Avanza kan samenwerken met een ROC uit Nederland. Dat kan. Hier kan je, maar hier moet je met minimum drie zijn. Ja. Je kan, dus hier zijn ook geassocieerde partners, zeker welkom. Dat zijn partners die geen formele rol hebben. Die krijgen dus ook niet direct rechtstreeks geld in het, van het project. Maar die hebben wel een rol, vooral op vlak van disseminatie, van verspreiding van de projectresultaten. Hier moet je dus met minimum drie zijn uit drie verschillende programmalanden. Ja. Israël heeft niet hetzelfde statuut als Noord-Macedonië. Nee. En Turkije, Noord-Macedonië en Servië, dat zijn partnerlanden. Dus die horen... Nee, sorry, dat zijn programmalanden. Die horen thuis in die betalen daar extra voor om kunnen deel te nemen. Maar Israël is een partnerland. De anderen zijn programmalanden. Ja. Small-scale projecten, organisaties, dat kan any organization. Dus Geert, je kan meewerken met een privébedrijf. Dat kan evengoed. Ja, kan. Hè? Any type. Ja. Ja, maar je moet impact hebben, als je het indient in de volwassenen educatie, moet je impact hebben op de volwassenen educatie. Dat wel. Dus ook hier in de small-scale
kan je ook een hogeschool betrekken bijvoorbeeld, of een lerarenopleiding, maar dan moet er impact gegenereerd worden op de volwassenen educatie. Dat blijft evengoed geldig. Ja. En, kan het ook een eenmansbedrijf zijn bijvoorbeeld? Ja. Of een eenvrouws. Ja, ja, kan. Een persoon. Ja. Gender, fewer opportunities. Ha. Ja, er is geen maximum aantal deelnemers, dat blijft zoals vroeger. Dus je, ook hier geen maximum, maar je krijgt eigenlijk een financiering die gebaseerd is op 10 en dan wordt er gedeeld. Maar ja, de meeste zijn met minder. Plaats van de activiteiten in de deelnemende landen, dat is hetzelfde als met die small scale. Hè. Maar hier kan je ook thematische evenementen hebben of conferenties waar jij gaat vertellen over je projectresultaten. Dus hier kan je naar pak ander programma of partnerlanden, en dat is heel nieuw. Dat kan je nu doen in een cooperation partnership. Dus je kan bijvoorbeeld in Israël over jouw project gaan vertellen. Ja, daar kan je ook subsidies voor vragen. Maar dat is vooral over de resultaten. Hè? Ja. Dan tussen... hoe lang duurt zo'n cooperation? Dat is gelijk vroeger, 12 tot 36 maanden. Kan ook nog verlengd worden. Welke leeractiviteiten kan je opzetten? Het moet relevant zijn. En er zijn verschillende types van deelnemers. En hierin zitten een aantal nieuwigheden die ook erg interessant zijn. Personeel kan, uiteraard, van de organisaties die deelnemen. Hier staat onderwijzend personeel. Het kan zeker... ook voorkomen vanuit de culturele sector of de non-formele sector, dus vormingswerkers. Dus mensen die vorming geven of onderwijs geven. Jeugdwerkers kan ook. Leraren en experten op uitnodiging. Dit is iets interessants, want dat kon in het vorige niet. Dus ook al heb je partners, je hebt je partners, maar je wil bijvoorbeeld een bevriend CVO of een bevriend Avanza of een bevriend CBE uitnodigen om te komen naar een leeractiviteit. Dat kon vroeger niet. Nu kan je die meenemen in die leeractiviteit. Dus dat is wel een serieuze uitbreiding. En een mooie, vind ik. Een relevante. En dat wil ook zeggen dat als jullie je netwerk goed in de gaten houden en uitbreiden, dat jullie ook kunnen als personeelsleden uitgenodigd worden door zo'n KA2-project om te komen kijken over materiaal dat die aan het maken zijn rond inclusie bijvoorbeeld. Dat kan ook. Dus jij kan je laten uitnodigen. Zonder een aanvraag in te dienen bij ons. Je kan lerenden meenemen. Jongeren, stafleden, weet ik veel wat. Dus een ruime waaier. Ook hier weer werken we met unit costs. En met de reële costs. Maar hier is de financiering ook wat anders. Dus minimumbudget 100.000, maximumbudget 400.000. Dat was vroeger 450. Ja. Daartussen zit je. Ja. Dus 450 is er niet meer, maar je kan ook niet meer onder de 100.000. Waar wij vroeger wel aanvragen kregen van bijvoorbeeld 60.000, 80.000. Dat is dus nu niet meer. Dus 100.000 is je minimum. Voor projectmanagement krijg je €500 per maand voor de coördinerende organisatie. Ja. En je krijgt €250 per partner. Dat is hetzelfde gebleven. Ja. En met een maximum, dat is berekend op 10. Dan heb je je projectvergaderingen die je gaat doen. Dat is gebleven. €575 en zie je hier voor de afstanden. En als je grotere afstanden moet afleggen, dat is per projectvergadering, ongeacht hoe lang dat die duurt. Daarin zit je reis en je accommodatiegeld. Dus kost en inwoon, hotel zitten daarin. Voor de projectresultaten, want hier verwachten we wel duidelijker tastbare resultaten. En daar kan je ook nog personeelskosten in meebrengen. Ja, dat gaat hier wel. Bij de andere, bij de small scale, kan je geen personeelskosten als dusdanig inbrengen. Ja. Wees daar een stukje blij van, want daar heb je ook geen administratieve rompslomp. Ja. Hier moet je timesheets bijhouden, want je moet kunnen zeggen, zoveel mensen hebben daar zo lang aan gewerkt. Zoveel dagen en zo verder. De multiplier
events, dat zijn events, evenementen die je opzet om datgene wat je als resultaat hebt gemaakt, om die te verspreiden. Ja. Dat zijn, en interessant nu ook, die kunnen zowel fysiek en virtueel verlopen. Ja. Vroeger, voor COVID, kon het alleen fysiek. Nu kan je een combinatie maken van de twee, of nog beter, je kan ze ook virtueel doen. Je krijgt €100 per lokale deelnemer, dat is gebleven, €200 per internationale deelnemer. En als je een virtueel evenement doet, dan krijg je €15 per deelnemer. Nou, ik heb nu straks een lijst van iedereen die hier was vandaag. Dus ik zou, bij wijze van spreken, €15 kunnen krijgen voor elkeen die hier was. Hè. Dat is een multiplier, dit nu niet. Hè. Maar dus ik wil over de resultaten van ons project praten. Oké, dus hè, dan krijg je dit geld nu ook. Dat is nieuw. Er zit wel een maximum op. €5.000 in totaal maximum hè, die je krijgt. En totaal maximum voor die multiplier events is €30.000. Dan kan je nog uitzonderlijke kosten inbrengen, geld voor vragen. Dat is eigenlijk van als je iets wil uitbesteden, dat is die onderaanneming. En je wil, en dat mag niks wezenlijk zijn dat te maken heeft met de uitvoering van je project, maar dat kan bijvoorbeeld zijn de layout van iets, omdat je dat, die kennis niet in huis hebt. Dus ga je layout kosten vragen. Ja. En dat uitbesteden aan een bureau. Of de aankoop van, ja, dat is een aankoop van een dienst. Hè. Of je hebt een bepaald goed nodig. Hè. Virtual reality bril heeft mij iemand onlangs gevraagd. Kan dat? Wel ja, als dat nodig is voor jullie project en je hebt dat niet, dan zou je dat kunnen kopen. Maar je moet dat goed kunnen uitleggen. Want bijvoorbeeld koop van een aankoop van een laptop niet. Want daarvan gaat de beoordelaars, en wij ook, vanuit iedereen heeft dat. Hè. Dat ga je niet op kosten van het project gaan kopen. Hè. Bureaumateriaal niet. Personeelskosten aanvragen enkel bij, ja, er is een belangrijk verschil in terminologie. Ah, sorry, nee, het gaat nu over resultaten. Intellectual outputs, daar praten we eigenlijk niet meer over. Maar personeelskosten kunnen alleen voor de resultaten, voor tastbare resultaten die je maakt. Je zou dan nog intellectual outputs kunnen noemen, vind ik, hoor. What's in a name? Maar eigenlijk, ja, de commissie spreekt nu over tastbare resultaten. Of resultaten, ja. En bij de uitwisseling van goede praktijken, dat is eigenlijk, daar moet je ook resultaten hebben. Maar die zijn minder dwingend. Dat is zo gelijk vroeger eigenlijk met die uitwisselingsgerichte projecten. Hè. Daar gaat meer over de processen. Je kan daar tastbare resultaten hebben, maar dan kan je geen personeelskosten als dusdanig inbrengen. Want je gaat voor 30.000 of voor 60.000. En jullie moeten zeggen hoe dat je het budget gaat verdelen. En als je zegt, kijk, activiteit is, wij maken dit en we geven daar zoveel aan. Ja, dan moeten onze beoordelaars daarvan overtuigd worden dat dat oké is. Zo moet je het uitleggen eigenlijk. Zonder dat je nadien daar personeelskosten voor moet met timesheets en zo, dat zal niet nodig zijn. Denk ik niet. Denk niet dat we dat gaan opvragen, want dat lijkt mij te moeilijk voor een small scale. Maar ook voor ons is het allemaal nieuw, hè, mensen. Dus ook wij weten nog niet goed hoe de vork precies in de steel zit, want we hebben nog geen eindverslagen moeten beoordelen of wat dan ook, dus daar zitten we nog niet aan, hè. Maar ik vermoed dat dat laagdrempelig gaat blijven en dat je niet met timesheets moet komen zwaaien van, denk ik niet, ik weet het niet. Ja, Elke, jammer. Ja, vragen mag je zeker en vast. Ik wil je heel graag helpen, zoveel ik kan. Je krijgt de presentatie ook. Ik zal de fout die erin zat eruit halen. Hè. Bedankt dat je er was en fijn voor je interesse. Bedankt ook voor je interesse. Maar ja, oké. Mag ik een minimum aantal KA2 per... Ah ja, nee, zoveel als je wil, Gert. Je mag small scale combineren en cooperation partnership doen. Je mag 5 small scale indienen, maar zorg ervoor dat ze allemaal goedgekeurd zijn, hè, dat je dat aan kan. Hè? Want ja, hè, je niet een nest draaien. Hè? En je kan als partner ook in 5-6 zitten, bij wijze van spreken. Maar ook dat moet je aankunnen, want je mag je partners niet in de steek laten. Hè? Dat gaat niet. Dus exceptional costs, ja, daar had ik het dus over.
Ja, het kan zijn, sorry, voor sommigen onder jullie, ik weet niet of er daar hier tussen zitten, maar voor sommigen wordt er een financiële bankgarantie gevraagd en dat kost. En daar kan je ook ik denk 70% of 80% van de onkosten voor indienen op het project, mocht dat nodig zijn. Hè. Ben je onzeker? Van kijk, ben ik geen public body, dus dat wil zeggen dat jij je inkomsten vooral haalt uit privé gelden, ja, dan neem je best dus contact op met EPOS en dan weet je, kan je al uitzoeken van ik als organisatie of mijn organisatie, heeft die zo'n bankgarantie nodig, ja of nee. En dat geldt alleen voor de aanvragende organisatie. Ja. Diegene die het aanvraagt in naam van de groep van partners. Ja. Maar we hebben dat nu beginnen we dan meer voor te hebben. Dus dat gevraagd wordt. Ja, green travel, hè, ook dat kan je dus, dat is exceptional cost. Dus als je langer moet reizen en je gaat met carpooling of met de trein en je moet langer weg, en je hebt duurdere reiskosten nodig dan dat wat je krijgt van het programma, hè, dan kan je daar extra geld voor vragen. Ja, dat is altijd 80% van de reële kosten. Oké. Okay. En dus maximum 50.000 euro per project. Oké. Okay. Travel support. Ja, jullie hebben daar al een deel van gezien. Daar straks zijn we nu een beetje uitgebreider, omdat je verder zou kunnen moeten reizen. Hè. Individuals. Nu, in de aanvraagformulieren komen de bedragen die jullie vanuit Vlaanderen krijgen automatisch. Heb je nu een buitenlandse partner, ik zeg maar uit Slovenië, die haar of zijn tarieven komen ook automatisch. Ja, dus die zijn al ingevuld. Hè, want elk land heeft die zelf bepaald, die percentages. Hè, zoals ik zei, in KA1 hebben wij het dus gekregen op 90% voor de volwassen lerenden daar, hè, voor subsistence, voor verblijfskosten. Wel ja, dat is verschillend van land tot land. Hè. Dus die worden automatisch in het aanvraagformulier gezet. En daar moet je niet te veel zorgen om maken. Dat maakt het ook gemakkelijk. Dus je hebt hier de basisbedragen die je krijgt voor individual support die je kan hebben. Dus voor al die activiteiten die je wilt doen en welke learning, teaching, training activities dat zijn, die bepaal je zelf. Vroeger spraken wij van een gezamenlijke les volgen, vorming geven aan personeel. Joint staff training. Dat kan je doen. Ik kan het ook nog zo benoemen, maar dat hoeft niet. Hè. Die blended mobility for learners. Hè. Wij zien blended heel graag, maar learners, je kan dat nu perfect in één klap combineren met voor learners en teachers bijvoorbeeld. Ja? Zowel voor de lerenden als voor personeel. Dus jullie kleden zelf in van welk soort leeractiviteit dat je wilt doen. Learning, teaching, training wil zeggen ik ga leren, ik ga anderen opleiden en samen leren. Ja? Bon. En jullie vullen in wat dat wordt. Ja? Dat kan ook een stuk lesgeven zijn, dus jullie vullen in. Maar dit zijn de bedragen die je krijgt voor als ze langer duren en zo verder. Reisdagen 1 dag voor, 1 dag na. Het kan nu in principe zelfs hier maar 1 dag duren. Dus hier is het korter. Je kan hier ook taalkundige ondersteuning krijgen. Ja. Het inclusion support is belangrijk. Neem je mensen mee. En dat kan personeel zijn of lerenden. Heb je die mee en die hebben te maken met fewer opportunities? Tick the box, zou ik zeggen. Ja? Duid dat aan en dan krijg je als organisatie ook 100 euro. Daar krijg je ook geld voor. Ja? En je krijgt ook nog geld om de activiteiten die je doet. En zij hebben extra kosten voor reis. Bijvoorbeeld, ze moeten een rolstoel mee hebben, special needs, denk aan vroeger. Wel, dan kan je dat hier ook extra aanvragen. Of bij exceptional cost zou je het ook kunnen zetten als je het daar nog niet gedaan hebt. Dat kan ook. Hè. Maar fewer opportunities geeft je een voetje voor. En dus voor de organisatie 100 euro per deelnemer die erbij komt. Dat is toch wel mooi, vind ik.
Dit zijn de criteria waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Je kan dat ook zien in de gids voor aanvragers. Hè. Relevantie. Is het project relevant voor het partnerschap als dusdanig? Hè, voor die groep, hè, is het allemaal relevant om dit te doen? Klopt het voor de actie waarin dat het ingediend is? Als je zegt, ik vraag geld vanuit de pot van volwasseneneducatie, wel, is dit relevant voor de volwasseneneducatie? Wat willen jullie gaan doen? Hè? Dat soort dingen. Ook, hoe is je project uitgedacht? Hoe zit het ontwerp eruit? Hè? Die uitvoering, die activiteiten die je allemaal gaat doen. Hè? En ook hier weer partnerschap en samenwerkingsafspraken komt vooral neer op de communicatie en die dingen. Ja. En dan impact, hè, op de organisaties, op lerenden en ook de wider community. Die speelt hier wel een grotere rol in die cooperation. Cooperation partnerships, hoe meer geld dat je vraagt, als je naar 400.000 gaat, hoe meer wij effect ervan verwachten. Ja. Siska, ja, jammer dat je weg moet. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Hè. Ja. Een vergelijking tussen de twee, cooperation en small scale. De duur van de small scale is dus korter. Je gaat voor 30.000 of 60.000. Bij de cooperation partnerships werken we dus met unit costs die vooraf af uitgestippeld zijn. Zoveel per deelnemer, per kilometer bij wijze van spreken, per dag. Hè. En er kunnen ook reële kosten in zitten. Hier is het vooral lump sums. En jullie geven een raming van hoe dat je dat geld verdeelt over de dingen die je wil gaan doen. Ja. Hier ben je met minimum 2. Bij de cooperation partnerships ben je met minimum 3. Je hoort mij small scale en cooperation voortdurend zeggen, wij hebben onze vertalingen nog niet afgesproken onderling, wat we precies gaan zeggen vandaar. Jeroen moet er ook naar. Oké, Jeroen, dada. Ja, laat maar van je horen. Hè. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Jeroen heeft al heel veel ervaring en het was misschien leuk om hem even aan het woord te hebben kunnen laten over hoe fijn dat het wel is, hè, Jeroen, om Europees te werken. Hè? Jeroen? Wil je dat ik nu iets zeg? Ik hoor je niet. Er staat je geluid aan. Hallo Jeroen. Of is het iemand anders die iets wou zeggen? Ah Jeroen, je bent er nog. Ja, maar jouw micro staat af, denk ik. Hoor je mij? Nee. Heel ver. Ja, de aanvraagformulieren die zijn er al. Ja, voor small scale en voor de cooperation. Ja Jeroen? En ook voor de short term voor KA1. Hè? Jeroen? Ja, hoor je mij nu? Heel stil. Hoor je de andere hem duidelijker? Bieke, hoor jij hem duidelijk? Nee, oké. Okay. Bieke kan ik zien. Heel stilletjes, nee. Ja, heel stil, hè, yes. Ja. Sorry, ik kan... Het lukt niet, Jeroen. Ja. Succes ermee, hè. Ah, nu doen we het goed. Oké, oké. Oké, contact is terug goed. Ik ga een nieuwe computer krijgen binnen een maand, dus ik ben blij. Ja, er zit een storing op. Oké. Okay. Ik wil alleen maar zeggen tegen iedereen, begin eraan. leer door te doen. Ja? Doe alvast. En dan leer je en dan vind je het allemaal wel. Zo hebben we het allemaal moeten doen. We kunnen niet alle vragen beantwoord hebben. En als het niet lukt, dan lukt het in round 2 of round 3. Dat doet er niet toe. Ja, dus begin eraan, schrijf, stuur op, vraag. En breng het binnen, doe het gewoon. En dan leer je over de jaren heen. Dus, Kom de helpen, Jeroen. Gooi het kind in het water en het zal wel zwemmen. Het is dat gevoel een beetje. Gooi het kind in het water en het zal wel zwemmen. Zo, ja. Dus natuurlijk, je kunt altijd een vraag... Je kunt me vinden via Theater van A tot Z en een vraag stellen. En dan beantwoorden wij die graag. Natuurlijk. Daarvoor zijn we er, hè, om elkaar te helpen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Heel zeker. Ja. En de schrijfsessie voor de... Ja, natuurlijk. Zijn ja, ook nog belangrijk. Daar komen er ook nog, hè. Ja. Ja. Dankjewel, Jeroen. Dag, hè. Beste nog, hè. Ja. Ja. De formulieren vind je dus op diezelfde website, hè, waar ik daar straks, dus die vind je daar bij opportunities. Hè. En dan
Deze aanvragen voor de corporation en voor de small scale moeten binnen zijn op 20 mei om 12 uur 's middags. Ja? En hier zie je dus, de codes. Dus voor jullie volwassenen educatie is ADU. Ja, en het spijt mij, die nummering staat niet in de gids, maar in elk geval small scale partnership heet 210 en voor KA 210. En de Cooperation Partnerships is 220 geworden. En dan moet je kijken naar de juiste afkorting die er staat. Maar als je gaat naar Opportunities, dan moet je kiezen tussen Adult, Higher Education, School Education, en wat jij kiest voor Adult. Hè? En dan zie je deze mogelijkheden staan en je kan je dan niet meer vergissen. Dat zijn nog technische instructies die ook bij die corporation en die small scale staan. Dan wil ik zeker nog zeggen, dus wij hebben nog schrijfsessies. Schrijfsessies, dat wil zeggen dat wij de vragen van het aanvraagformulier toelichten. Plus de manier waarop dat je ze, de technische kant van de zaak, mocht er ergens iets fout lopen en kan je het niet goed begrijpen, hoe het in elkaar zit, wel, dan is op zo'n schrijfsessie gaan wij vraag na vraag. Jobshadowing, Annelies? Nee, jobshadowing, dat valt onder de KA1 en dat is KA120. Dat zie je op een van mijn vorige slides, staat KA120 ADU. Ja? Dat is de code die je moet hebben. Dus schrijfsessies voor de small scale, voor die kleinschalige en voor de cooperation partnerships. Dus 26, 27 of 28 april. Je kan je inschrijven via onze website. Als je bovenaan de knoppen zoekt KA1, KA2, dan vind je het daar wel. Nuttig, ja, ook nog, de mogelijkheid is er ook nog. Israël een mogelijke partner alleen in KA2. Yes, want dat is een partnerland en naar partnerlanden kan je niet in KA1. Ja, en in KA2 is dat alleen mogelijk in de cooperation partnerships. Ja, niet in de small scale. Je kan je aanvraag KA1 of KA2 ook nog laten nalezen gratis door Rijkenvelde of Aldebize. Want die hebben een contract met het departement onderwijs en zij lezen na voor jullie. Wij kunnen niet nalezen. Wat je aan ons mag vragen is uitleg over de vragen, over het programma, dingen die jou niet duidelijk zijn, technische details, inhoudelijke details, dat gaat. Je kan ook een projectconcept indienen. Dat wil zeggen dat je het concept dat je hebt van kijk, dit is wat wij zouden willen doen, past dat? Past dat in adult education, in de volwassene educatie? Past dat in Erasmus+? Kunnen we daar financiering voor krijgen? Dat mag je aan ons vragen. Maar wat ik niet mag doen, ik mag niet beginnen lezen. Ik mag geen aanvraagformulier van jullie beginnen na te lezen. Dat mag ik niet doen, omdat wij ergens in de, ja, in de selectie zitten. Wij trainen die beoordelaars. Wij mogen dat niet doen. Dus deontologisch zit dat bij Rijkenvelde en Aldebize. Aldebize in Bilze in Limburg. En aan de andere kant van het land in Brugge zit Rijkenvelde. En die mensen kan je contacteren. Tijdig spreek het met hen af. Bij Aldebize is dat Julie Fouquet. En in Rijkenvelde is dat Thomas Uten voor de volwassenen educatie. Dus jij moet het aan hen vragen, want zij kennen hun agenda. Ik weet niet hoeveel aanvragen dat ze lezen. Hè, en willen kunnen becommentariëren. Maar dus, zij doen dat goed. Zij geven jullie commentaar al. Hè, en daaraan kan je dan nog schaven, hè, nadien en bijwerken. Aanvraagformulier. Ah, dat is een goede vraag, Annelies. KA1 moet je best, nee, doe je best in het Nederlands. Maar die van, oei, er komt hier iemand kloppen en de hond wordt een beetje boos. Ja, maar de KA2's, die doe je best in het Engels. Waarom? Omdat je daar voor je partnerschap, hè, voor je buitenlandse partners ook een aanvraag indient. En zij moeten kunnen lezen wat jullie schrijven. Maar KA1, dus die short-term, korte, durende projecten, die kortdurende KA1, leermobiliteit naar het buitenland, de vragen zijn in het Engels, maar antwoord ze gewoon in het Nederlands. Want de beoordelaars, ja, die vragen wij eigenlijk om Nederlandstalige aanvragen te lezen. En dat maakt het voor jullie ook makkelijker, hè? Ja,
KA2 in het Engels best, of in de werktaal van het project. Nog vragen? Geen vragen. Zijn er nog mensen? Ja? Ik blijf twijfelen tussen een KA1 of KA2. Ja, yes. Ja, maar dat moet ik eens een keer grondig bekijken, denk ik. Ik weet het niet. Mm-hmm. Ja, dan moet je grondig bekijken. Ik kan dat niet voor jou uitmaken. Hè? KA2 heb je nog iets meer tijd, hè? 20 mei. Maar ja. Het is aan jullie. Ik kan daar niks over zeggen. Dat moeten jullie bepalen. Hè. Daar kan ik weinig in helpen eigenlijk. Hè. Kunnen we gewoon elementen uit de vorige aanvragen opnieuw gebruiken voor nu in te dienen? Of is alles zodanig anders? Want ik heb nog niet naar de vragen gekeken. Nee, ze zijn vereenvoudigd. Ik vind de vragen duidelijker, transparanter. Ik vind ze simpeler gesteld. Dus je kunt ook wel dingen terug opnieuw gebruiken, bedoel je? Ja, ja, ja. Ja. Want de grote lijnen blijven toch hetzelfde, hè? Ja. Ja. Oké. Zijn er mensen die nog vragen hebben? Opmerkingen zijn ook welkom. Van, goh, ik vind dit moeilijk. Of ik ben zwaar overdonderd. Ik blijf het moeilijk vinden, omdat ik heel, heel goed voel dat het niet mijn taal is. Dat blijf ik echt wel zeggen. Dat wil ik ook wel zeggen tegen de mensen die twijfelen. Zo van, ja, we hebben al wel 2 keer een goedkeuring gehad voor een KA1. Dus in dat opzicht lukt het wel. Maar ik wil dat toch wel even zeggen. Ik vind dat voor mij is dat een heel moeilijke taal. En een heel moeilijke oefening, elke keer opnieuw. Het kost me enorm veel energie en heel veel tijd ook om dat zo te doen, merk ik. Dus ja, dat wil ik toch wel even zeggen. Geert, voor jou, want voor jou, jij was ook nieuw, hè, vorig jaar? Of is het al 2 jaar geleden? Dus wij hebben 2 jaar geleden zeker een project ingediend. Vorig jaar. Ja, ik vond het wel te doen. Het probleem is nu alleen dat met COVID is natuurlijk wel alles wel zwaar doorkruist. Hè. Dus we hebben het nog niet echt kunnen in de praktijk brengen. Maar ik vond de aanvraag wel te doen, eerlijk gezegd, ja. Dat was KA1 ook, hè? Dat was KA1, ja. KA1 ook, hè? Ja, je was er toch meteen door, hè? Ja, ja. Ja, en nu is het natuurlijk met COVID moeilijk. Ja, de schrijfsessies zijn dus noodgedwongen ook allemaal online, hè? Jammer genoeg. Het is heel spijtig, maar ik zou jullie zoveel liever live zien. Maar ja, kan niet, hè? Ik ga de presentatie stoppen. Dan wordt die per mail doorgestuurd? Ik zal die per mail doorsturen, ja. Ik ga de foutjes er nog uithalen die er nog in stonden. Hè. Ja. Dus ik kan niet iedereen zien. Nou, Koen zie ik nu. Dag Koen. Ja, hoe komt het voor jou over? Oh, ik heb nu al een paar sessies gehoord, maar ik ben ook eigenlijk pas vorig jaar erin gerold. Hè? Maar het voordeel is dat we vanuit de koepel al wel wat expertise hebben. Dus daar kan ik wel op voortbouwen. En ik zeg, vorig jaar hebben we ingediend, maar waren we er niet bij. Maar gelijk, ik stuurde de feedback die gekomen is van de jury. Daar hebben we echt veel aan gehad nu om het te herschrijven voor de nieuwe call. Dus we zullen afwachten. Maar daarom dat ik zoiets heb van, niet geschoten is altijd mis. Hè? Dus... ja. Doen. Doen, ja, inderdaad. Ja, een nee heb je, een ja kan je krijgen. Hè? Annelies moet ook weg. Annelies, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Hè? En dat je er ook iets mee gaat doen. Hè? Machtelt, jij bent nieuw voor mij, denk ik. Ja, wil je ook iets zeggen? Jouw micro staat niet aan. Sorry, ik kreeg juist een telefoontje. Ik ga je nog wel voor, excuseer. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Er zijn hier ook nog mensen. Willen ze niks zeggen, de anderen?
Tine is in gesprek. Die is ook, dat was Tine misschien. Ja, of nee, dat was Machteld. Eline. Niels, is het jou wat duidelijker geworden allemaal? Ja, ik zit ook eventjes. Niels is ook een beetje vreemde eend in de bijt. Misschien wel leuk dat jullie met hem kunnen kennismaken. Ja, mijn collega's Tine en Eline ook. We zijn hier samen om het ook allemaal een klein beetje, ja, beetje bij beetje bij te leren. Hè? Ja, maar zeg eens van waaruit dat je komt, Niels. Misschien interessant voor sommigen. Wij met drie, wij werken bij het departement cultuur, team sociaal-cultureel volwassenenwerk. En wij zullen ook dit jaar mee een aantal aanvragen gaan beoordelen. Dus daarom zijn we hier nu ook deze en verschillende andere infosessies om het ons ook allemaal mee eigen te maken. Ja, oké. Okay. Geert moet ook weg. Ja, het is ondertussen ook al 6:20. Ja, ik hoop dat jullie de mogelijkheden zien. Ja, Bieke, jij hebt ook al, jij hebt al een mooi project gedaan. Hè? Dat was voor jou wel zwaar, hè? Mm-hmm. Ja. Kleine organisatie. Kleine organisatie, maar ook een organisatie die de Vlaamse subsidies verliest, waardoor dat wij financieel heel zwaar weer zitten en zaten, ook op het moment van de aanvraag. Ja. Ja. Dan is het soms moeilijk. Een Europees project kan kan uw organisatie daarin helpen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk nooit een compensatie voor het wegvallen van andere middelen. En moet je altijd een project doen, dus dat was voor ons wel heel moeilijk om beide te combineren. Maar je moet misschien even zeggen wat Dynamo is, want ik denk dat er sommigen jou niet kennen. Wij zijn een organisatie, we organiseren vorming voor volwassenen overdag, maar bijzonder aan onze organisatie is dat al die vorming door volwassenen wordt begeleid en gegeven. Dus het zijn door vrijwilligers. Dus het zijn bij ons de vrijwilligers die voor de klas staan en cursussen, activiteiten, workshops geven. En in normale omstandigheden tellen wij 245 vrijwilligers, waarvan er effectief 180 lesgevers voor de klas staan, voor volwassenen. Mm-hmm. Ja. Dus, ja, Niels, ik hoop dat hij jou kent. Kent hij jou? Nee. Want hij is van het departement cultuur, jeugd en media. Ik heb zijn naam genoteerd, ja. Ja, inderdaad. Dus ja, en zij zijn nieuw in het programma. En voor hen, hè. Voor hen is het allemaal nieuw. Dus vond ik het toch ook wel nuttig dat ze jou ook leren kennen. Hè. Mm-hmm. En Machteld, jij komt uit een CBE, veronderstel ik? Ja. Ja, inderdaad. En het waren mijn collega's die mij vertelden dat het... wat er gebeurde... Zelf ben ik wel ooit naar de Lesla-conferentie geweest en je leert daar inderdaad enorm van. Ja, ik hoop dat de commissie dit terugdraait, hè? Dat ze conferenties terug mogelijk maakt. We hebben dat altijd gehad en nu, nu spreek ze. Ja, de ACCA-conferenties van hoger onderwijs die zijn pokkenduur. En men is bang dat hoger onderwijs, ja, dus daar was het niet mogelijk. En ik vermoed, de cursussen waren vroeger niet mogelijk in VET bij de beroepsopleiding. Wel in schoolonderwijs. Nu mag VET ook, personeel uit VET mag ook op cursus gaan. Maar nu hebben ze de conferenties geschrapt. En ik denk dat dat is omwille van de harmonie, het stroomlijnen tussen de vier domeinen. Mm-hmm. Maar probeer het uit te leggen, zoals Jess zegt. Hè. Zij doen workshops, een paar dagen aan een stuk, en voor hen is het dan één cursus. Ja, oké. Okay. Ja. Onze beoordelaars zijn eigenlijk ook wel gewoon om conferenties goed te keuren. Dus als je dat fatsoenlijk kan uitleggen, dat dat ook voor jullie een leermoment is, een leerervaring. Ja. Ja, misschien komt er een ander idee. Ja, ik heb het nu gevraagd aan de commissie. Ik heb gezegd dat ik het niet fair vind en zo, maar ik heb nog geen antwoord, dus ik weet het niet. Want de jaarlijkse bijeenkomst die bij ons is en conferentie heet, wordt gewoon die workshops door vrijwilligers gegeven. Dus dat is allemaal vrijwilligerswerk tegen gewoon tegen kostprijs. Dat is echt wel niet te vergelijken met bepaalde conferenties. Dus het zou wel heel erg jammer zijn als we daar geen middelen meer voor kunnen krijgen. Omdat dat een moment is dat je inderdaad met mensen naar die internationale ontmoeting kunt gaan. Die echt als netwerk heel erg... Dat is echt voor het netwerk heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk.
dat heb ik ook gezegd. Als zij netwerking en versterking op Europees vlak zo belangrijk vinden, staat in dat de doelstellingen van de actie, dan vind ik dat een conferentie daartoe kan bijdragen. Maar leg het ook zo uit. Dat is het bij ons helaas, zeker. Datgene wat je wil gaan doen. Hè? Dat is echt het moment waarop het netwerk opgebouwd wordt. Dat is het. Ja. Want nu is alles virtueel, maar ja, dat is echt het moment, het ontmoetingsmoment waarbij het netwerk wordt opgebouwd. Dus ja, dat moeten we helemaal anders gaan uitleggen. Ja. Maar ja, dat is toch, want dat is eigenlijk onze hoofddoel. Maar ja, we zullen zien. Goed, ik ga je ook verlaten. Ik ga nog iets. Oké. Ja, bedankt voor jullie aandacht en zo lang naar mij te luisteren. Het is niet fijn zo online, maar oké. Toch fijn dat jullie er waren. Hartelijk dank. En doe er iets mee, zou ik zeggen. Laat er geen gras over groeien. En pak die... Ja, pak het aan. Het is nu small scale. Het is kort dag. Dus dat maakt ook dat er minder mensen een aanvraag indienen nu. Dus hopelijk is de concurrentie niet al te groot. Hè? En wij beginnen nu met een budget dat ongeveer misschien ietsje minder zal zijn als dat van vorig jaar. Maar dat was toch al een behoorlijk budget. Dus we kennen ons budget nog niet, hè? Jammer genoeg. Dat hebben we nog niet. Maar dat zullen we ook wel meedelen, maar daarmee kunnen we toch wel wat. Dus probeer. Oké. Dankjewel en fijne avond nog. Want dus, ik moet zeggen, 3 jaar geleden toen was er 1.500.000 euro weggevloeid vanuit de volwassen educatie naar andere domeinen. En dat wil ik toch niet meer voor hebben. Ja, dus pak het vast. Ja, dag hè. Doen ons best. Dag. Doen ons veel best. Succes dag. Zelf. Ja, dag. En misschien bel ik je nog wel eens als ik vastzit. Maar, okay? Yes. Maar ja, doe maar. Oké. Okay. Ja, dag. Ja, dag.